Ja, goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij, bij ons kenniscafé, editie nummer 110 alweer. En laat ik meteen maar zeggen, als u vaker bent geweest en u ziet mij staan, dan denkt u van heeft die Martijn van Kanthout zijn krullen verloren of zo? Nou, ik ben niet Martijn van Kanthout, ik ben een nieuwe presentator. Ik ben Maarten Keulemans. Martijn van Kanthout heeft na honderden edities, sinds de middeleeuwen deed hij het al. En hij heeft ander werk, dus vanaf heden ga ik het presenteren samen met mijn collega Tony Mudde, die daar zit. Dus, nou ja, zou je eerst maar even wachten of wij dat wel kunnen, want wij moeten nog beginnen. Het kenniscafé, ja, nieuw jaar, nieuw begin. Een mooie tijdstip eigenlijk om het eens te hebben over vasten, over afvallen. De kilootjes van de kerst zitten er weer aan en hoe raken we ze kwijt? Dat niet alleen, we gaan het hebben over hongerlijden, over niet eten, over op een houtje bijten. Sommige mensen doen dat inderdaad om af te vallen, maar andere mensen doen dat, ja, uit religieuze motieven of omdat ze domweg gewoon even niet iets te eten hebben. Dat gaan we eens afpellen. Niet meer eten. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je lichaam? Wat bezielt mensen om te vasten? Wat gebeurt er eigenlijk als je vast? Kun je ermee afvallen? Of krijg je er gewoon alleen maar honger van? Dat soort vragen, daar gaan we het vanavond over hebben. En we doen dat met onder meer een historicus, een theoloog en een antropoloog. We doen dat met een internist, een celonderzoeker, een voedingsonderzoeker. Dus we hebben van alles en nog wat te bieden vanavond. Zakelijk eventjes van tevoren. U bevindt zich in een café. En dat wil zeggen, nou ja, in een café, daar mag gedronken worden. Dat tafeltje daar, dat is de bar. Dan mag u, als u daar zin in heeft, mag u daar gewoon opstaan en daarheen lopen en wat te drinken gaan halen. Nou ja, tegen betaling, dat dan weer wel. Er staat daar een bakje met wisselgeld en we gaan ervan uit dat u het in alle eerlijkheid doet. Ja, het andere wat bij een café hoort, dat is natuurlijk dat u van harte bent uitgenodigd om een beetje mee te praten. Als u daar zin in heeft, als u vragen heeft, u mag uw vinger opsteken en dan komt er een microfoon naar u toe. En dat is dan weer wel iets niet des cafés. Er komt inderdaad een microfoon naar u toe. Dat zit zo, dan bent u gewoon verstaanbaar in de zaal. Maar ook thuis, want we hebben daar een camera hangen voor een livestream. Dus wat hier vanavond gebeurt, dat wordt gelivestreamd, uitgezonden via Facebook. Dus even zwaaien naar Mark Zuckerberg allemaal. Dat is, de wereld kan meekijken, zal ik maar zeggen. Ja, vergeet ik nog wat? Nee, ik vergeet nog wat. Het kenniscafé wordt georganiseerd. Niet alleen door de Volkskrant, waar ik wetenschapsredacteur ben, maar ook door Nemo Kennislink, door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en door de Bali, waar wij te gast zijn vanavond. En ik ben erg benieuwd wie u eigenlijk bent. Martijn van Kanthout deed het altijd, ik ga dat toch ook eens vragen. Ik ben zo benieuwd om te beginnen, wie is hier nou eigenlijk wetenschapper, professioneel wetenschapper? Het zijn er maar, echt maar een handje vol, hè? Wie is hier student? Paar, één eigenlijk. De enige student. Krijg je hier ook studiepunten voor? Of? Nou ja, en de overige is iets anders, hè, neem ik aan. Ik ben benieuwd, wie heeft hier wel eens gevast? Zo. Dat zijn er veel. Misschien eventjes, even met een microfoon. Eens even kijken hoor. Mag ik die vingers nog even zien van de vasters? Even kijken, ik ben gewoon zo benieuwd. Hè? Gewoon iemand eruit pikken. Die meneer daar hiervoor. Hoezo vasten? Ja, sorry. Hoezo vasten? Dit wordt mijn 25e jaar en ik doe het om te ontgiften. Om gezond te ontgiften? Ja. Interessant. Die meneer daarachter, die met het blauwe vest. U stak ook uw vinger op. Ja, ik doe het voor de gezondheid. Voor de gezondheid? Doet het nog steeds ook? Ja, af en toe. Ja. Ja. Mag ik nog even die vingers zien, mevrouw? Ik heb 1 keer 3 dagen niks gegeten om te kijken hoe dat was. En ik kom nu kijken of dat nou gezond was of niet. Want hoe was dat voor uzelf? Heel prettig. Prettig? Geen honger. Ja. En je houdt heel veel tijd over. Misschien nog eentje, iets daar in die hoek daar nog. Mag ik nog even de vingers zien van de vasters? Ja, daar helemaal op die achterste rij nog eventjes. Die meneer met die sjaal misschien. Ik heb gesport vast. Misschien bent u daarmee bekend? Ja. Wat is dat? Dat is eigenlijk 10 dagen. En dan bouw je 3 dagen af met eten. Dan eet je 4 dagen niet. En dan bouw je daarna weer op. Oké. Okay. En wat is daar sport aan eigenlijk? Nou ja, je traint ook. En dat is de bedoeling om je vetmetabolisme tijdens inspanning te verbeteren. Ja, ja, ja. Ik geloof dat we daar nog met de experts even over moeten doorpraten. Dus ik ben echt heel benieuwd. Allerlei motieven om te vasten inderdaad.
Eens even kijken, ja, we gaan maar eens eventjes van start. Voordat we dat doen, gaan we eerst eens eventjes naar, normaal zou ik dan zeggen van onze openingscoördinist Maarten Keulemans, die zou ik uitnodigen, maar die heeft wat anders vanavond. Dus ik ga nu vragen of Jelle Reumer vandaag de aftrap wil geven. Jelle Reumer, hoogleraar gewervelde paleontologie, bioloog en columnist. Vasten. Goed. Volgens de aankondigingen in de kranten deze week is dat het doormaken van een periode van weinig of geen eten. En het schijnt een rage te zijn, zo stond er ook bij. Dat snap ik niet. Sinds wanneer is vasten ineens een rage? Voor zover ik weet vasten de katholieken al zo'n 2000 jaar. En de Mohammedanen ook al meer dan 1000. Ik zou het geen rage willen noemen. Eerder een ingesleten gewoonte, een hardnekkige meme. En of de wereld er beter van geworden is van al die vastende christenen in afwachting van het carnaval, ik waag het ernstig te betwijfelen. En ook het door katholieken op vrijdag niet eten van vlees van op land levende zoogdieren, even terzijde, ze mochten dus wel vis eten, maar ook bruinvis en bever, want die arme beesten waren afkomstig uit het water. Dat vaste dus heeft, voor zover ik kan nagaan, ook niks bijgedragen aan het terugdingen van de bio-industrie, een bedrijfstak die in ons land juist in het Roomse Brabant met verven wordt uitgeoefend. Kortom, religieus vasten zet geen zoden aan de dijk. Maar er wordt meer gevast dan alleen door gelovigen. Maar ook dat is geen rage, eerder een dwangneurose. Ik heb het niet over de beklagenswaardige patiënten met anorexia. Daar kunnen we het door de nieuwe strenge privacyregels niet over hebben. Maar wel over de slanke lijners, de Weight Watchers, de ontslakkers, de detoxers, de eens per week een dagje minderaars, de six-pack fetischisten, de zwembandjeshaters, de beklagenswaardige nastrevers van het sexy strandfiguur en al die andere ijdeltuiten. Kijk mij eens lekker slank zijn. Wat een toppers. Iedereen weet dat je niet te veel moet eten en afwisselend en dat je voldoende moet bewegen. Maar vasten helpt niet. En al die dure diëten ook niet. U valt echt niet structureel af van een potje afslankpillen of 3 maanden abonnement op de Weight Watchers of het volgende boek van een voedselgoeroe. Er is maar 1 dieet dat werkt. En dat is het EDHDWM-dieet. Onthoud dat. EDHDWM. Het betekent simpelweg, eet de helft en drink wat minder. Oftewel, schep geen tweede keer op en neem geen 4e glas wijn. Alle andere dieetadviezen zijn weggegooide moeite en geld. En verder, geniet. In de stad waar ik woon is een restaurant dat is volgehangen met levensgrote reproducties van Rubensiaanse naakten. Weelderige blote vrouwen, staand en liggend, met esthetisch uitgelichte billen, borsten, buiken en fijne vetrolletjes. Er is geen groter genoegen dan met dat uitzicht een mondvullende hap te nemen van een goede kroket of een romig puddingje. Ik kan me er nu al op verheugen, maar ja, we moeten eerst nog even deze avond door. Ik wens u veel plezier en een prettig gevulde maag. Dank u wel. Jelle Reumer. Ik denk dat het maar eens tijd wordt om de eerste gasten te introduceren. Ellen Blaak en Peter de Keizer. Welkom, Ellen Blaak, hoogleraar vetmetabolisme aan de Universiteit Utrecht. Hoogleraar vetmetabolisme, wat is dat precies? Ja, het is hoogleraar fysiologie van het vetmetabolisme. Uh-huh. Dus wij kijken naar de regulering van de vetstofwisseling in het lichaam. Ja. En met name ook hoe verstoringen in die regulering van vetstofwisseling en energiestofwisseling kan leiden tot overgewicht. En ook de gezondheidsrisico's gerelateerd aan overgewicht. Ja, ja. Zoals diabetes, hart- en vaatziekten. Ja, ja. Vasten, doe je dat zelf ook wel eens? Of? Nou, ik let wel op wat ik eet, ja. Ja, ja, maar niet echt dagenlang ontslakken, sportvasten, dat soort dingen? Nee, het is wat meer eigenlijk chronisch gezien dat ik op mijn leefstijl let. Ja. Daar doen we ook veel onderzoek naar, effect van leefstijlinterventie, maar ook voeding
ja. in het voorkomen en behandelen van chronische ja. metabole ziekte. Ja. Peter de Keijzer, moleculair bioloog, Universiteit Utrecht. Hè? Ik weet toevallig dat jij een hardloper bent, hè? Dus vasten, ja, dat doe jij niet, neem ik aan. Ja, helaas. Nee, ik vast zelden, tot nooit eigenlijk. En ik eet wel eens te veel en ik drink wel eens te veel. En ik probeer dat te compenseren door goed te sporten, inderdaad. Ja, ja. Vooral proberen. Ik hou van hardlopen inderdaad, maar daarnaast probeer ik ook heel veel spiertraining te doen. Ja, dan ben ik geen Rico Verhoeven, zoals je ziet. Maar dat is voor mij hetgeen waar ik me op berust. Ja. Ja. En de feestdagen, komen er dan ook kilootjes aan bij familie de Keijzer? Ja, het voordeel is dat natuurlijk wel dat je veel tijd hebt om te lopen. Dus ik probeer wel tussendoor ook veel daarmee te compenseren inderdaad. Ja. Maar, ja. Ja. Zeg, dat fenomeen vasten, is daar eigenlijk een... We gaan eerst eens kijken, wat is dat eigenlijk? Bestaat daar een soort definitie van wat vasten eigenlijk is? Wanneer begint het vasten en wanneer houdt het niet eten op? Ja, als je kijkt, als je bijvoorbeeld een maaltijd gegeten hebt dan, en je kijkt naar de respons van het lichaam, heb je ongeveer zo'n 6 tot 8 uur daarna dat je nog de effecten van de verwerking van de voeding ziet. Dus ja, wat is precies vasten? Nou, ik denk dat je het dan hebt over een periode van tenminste 10 uur vasten. He, zo doen we ook vaak onderzoek bij mensen die bij ons komen, dan hebben ze de hele nacht gevast en dan 's morgens worden allerlei zaken gemeten. Ja, dus mensen moeten bij jullie in het lab hongeren, zeg maar. Ja, hongeren, ik denk een nacht niet eten en niet ontbijten is misschien niet meteen hongeren. Nee. Ja. En daarna mogen ze wel weer lunchen op een gegeven moment? Of wat, meestal natuurlijk. Daarna mogen ze lunchen, maar we hebben ook wel metingen die een hele dag duren. Dus dan is het wel wat langer vast. Ja. Ja, ja. Laten we eens kijken. Zonder het nou meteen te hebben over of het nou werkt of niet werkt. Gewoon eens even kijken, wat gebeurt er nou in een lichaam als je niet eet? Je gaat niet eten. Nou, na 6 tot 8 uur is dat eten is op. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar zit dat eten eigenlijk? Je bloed? Of? Nou ja, nadat je eet, wordt de voeding opgenomen in de bloedbaan. En als je dat niet meteen gebruikt, wordt het opgeslagen. Hè, dus een vetten uit de maaltijd die worden opgeslagen in ons vetweefsel. Koolhydraten worden ook in voorraden in de lever en spieren opgeslagen. En als je dan lange tijd niet eet, dan gaat het lichaam die voorraden vrijmaken. Ja. Dus je stelt alles in het werk om dat bloedsuiker op peil te houden. Bloedglucose, dat is heel belangrijk, ook voor de hersenen. Dus die voorraden worden afgebroken. Maar die zijn eigenlijk na een paar dagen al helemaal op. Ja. En je gaat al snel ook over op het afbreken van je vetvoorraden. Ja, ja. Want het gaat allemaal, dit spel gaat om brandstof krijgen en dat is die bloedglucose. En met name bij vasten ook de vetten die afgebroken worden. Ja. Maar even een paar stapjes terug. Het eerste wat er gebeurt is van, je eet niet, je krijgt honger. Gaat het lichaam, die gaat volgens mij iets in je nieren aanspreken of in je lever? Wat gaat er gebeuren? Die mag jij hebben. Als je krijgt honger, wat dan gebeurt in eerste instantie, je bloedsuiker moet op peil blijven. Hè, dus wat dat betreft, als die voorraden van koolhydraten ook op zijn, dan ga je nieuwe glucose maken in de lever inderdaad. Ja. En als dat langer duurt, je gaat de spieren die leveren daarvoor ook eiwitten, aminozuren die omgevormd worden in glucose. Mm-hmm. En tegelijkertijd gaat het vet... het vetweefsel zijn vetzuur in het bloed. Ja, want je noemt tussendoor eventjes zo tussen neus en door die spieren, maar die worden, daar gebeurt ook iets mee. Ja, dat is gewoon een redelijk normaal proces. Als je dus je glucose op een gegeven moment moet gaan op peil moet gaan houden in het bloed en je voorraden van koolhydraten zijn op, dan moet die brandstof ergens anders vandaan komen. Hè. Gedeeltelijk komt dat van vetten om nieuw glucose te vormen, maar gedeeltelijk worden ook de spieren daarin wat afgebroken. Die worden ook wel weer opgebouwd, maar als je natuurlijk heel lang gaat vasten, is dat wat minder gezond. Want zoiets, je spieren afbreken, dat klinkt niet zo heel erg prettig. Wanneer begint dat eigenlijk, dat afbreken van die spieren? Is dat meteen al? Of in een hele kleine mate. En na een paar dagen wordt dat wat hoger. Ja. Niveau van afbraak. En als je natuurlijk heel lang doorgaat vasten, dat is natuurlijk ook wat dat betreft niet goed. Want dan een klein beetje spiermassa verlies je, maar je bouwt het ook weer op. Dus dat is niet zo'n probleem. Ja.
Die vetcellen trouwens, want daar is het, nou ja, de vaster die ervan wil afvallen, is daar natuurlijk om te doen. Hoe zit dat eigenlijk? Die gaan er ook meteen aan of wat gebeurt er met die vetcellen precies? Die blijven vrij goed bestaan eigenlijk. Als je ze eenmaal hebt, de pre-adipocyten zoals het dan heet, een adipocyte vetcel, een pre, zijn een beetje de stamcel van pre-adipocyte, dat zijn een beetje de voorlopers van de cellen die uiteindelijk vetcel gaan worden, die zijn niet zo makkelijk kapot te krijgen. Dus als je ze eenmaal hebt opgebouwd, en dat, daardoor zie je ook vaak dat yo-yo-effect. Dan kun je wel weer afvallen, maar dan dood je wel de adipocyten, maar niet die pre-adipocyten. Dus dan, met dat je dan weer een beetje vet krijgt, dan gaan ze gelijk weer aanmaken. Dus je moet, eigenlijk ben je best wel lang bezig om die pestkoppen kwijt te krijgen. Steven, je vertelt heel veel tegelijkertijd. Dus pre-adipocyten, die pre-adipocyten, die worden vetcellen. Ja. En die kun je wel wegkrijgen als je inderdaad veel beweegt, dan breek je ook wel weer cellen af natuurlijk. Ja. Maar de voorlopers ervan zijn vrij stabiel. Ja. En als je ze weer een klein beetje vet krijgt, dan gaan ze gelijk weer uitgroeien. Ja, ja. Ja, ja. Dus daar ben je wel langer mee bezig om die kwijt te krijgen. Ja. En spieren zijn eigenlijk weer het tegenovergestelde. Dat zijn je buffers, zou ik als willen zeggen. Dus als je veel gezonde spieren hebt, die vangen weer schade weg. Dus daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van hebben. Ja. Met veel spieren, veel goede mitochondriën. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van je cellen. Ja. En als je daar veel van hebt en ze zijn ook nog eens gezond, dan heb je minder noodzaak aan opslag in vetcellen. Dus als je veel goede spieren hebt, heb je weinig noodzaak voor vetophoping. Dus eigenlijk zou ik zeggen, met vaste is het altijd het risico, er is een heel groot gebied tot waar het goed gaat, en op een gegeven moment ga je dat spieren afbreken. En dat is voor mij betreft het punt waarop je te ver gaat. Ja. Je moet echt dat voorkomen. Zeker ook als je ouder wordt, moeten oudere mensen vooral op hun spiermassa letten. Zeker vanaf een jaar of 70. Op het moment dat ouderen hun spieren gaan verliezen, dan is het vaak het begin van het einde, want dat krijg je bijna niet meer terug op die leeftijd. Dus let op je spiermassa, zou ik altijd meegeven. Ja. En ik begrijp dus dat ook verband houdt met elkaar. Dus inderdaad, meer spieren betekent ook minder snelle toename van vet. Ja, want dan betekent dat je verwerkingssnelheid van je lichaam veel gunstiger is, veel sneller is. Dus dan op het moment dat je behoefte hebt om te leveren, dan heb je genoeg gezonde mitochondriën dat het wel even kunnen leveren. He, en als je weinig spieren hebt, dan moet dat uit vet getrokken worden, als het ware. Dus het is altijd een balans tussen vet en spier, maar probeer je die vooral richting spier te hebben. Dus een goede BMI is tussen 20 en 25, maar dan weet je nog niet of die balans helemaal op spier of vet ligt. BMI 23 met een nadruk op spier, dat is een beetje ideaal. Ja, ja, ja. Je zegt dat het voor oudere mensen anders ligt dan voor jongere mensen. Zou je dan oudere mensen eigenlijk nog wel aanraden om überhaupt iets met vasten te doen? Of is er een bepaalde leeftijd waarboven je zegt van, nou, ga alsjeblieft niet vasten, want je zet je spier op het spel? Ja, je hebt dieetrestrictie en vasten. Dus dieetrestrictie is echt als je een klein beetje minder eet. Dat is waarschijnlijk ook nog wel gunstig. Ja. Maar echt vasten is echt gevaarlijk op latere leeftijd. En nogmaals, je moet echt zeker. Er zijn studies gedaan waarbij ze oudere mensen bijvoorbeeld duurloop hebben laten doen of krachttraining. En na een half jaar zijn degene die krachttraining hebben gedaan aanzienlijk verbeterd in de gezondheid. Omdat ze dan veel meer spiermassa krijgen. Ja. Zeker vanaf 60 bouw je niet meer zo makkelijk op. Ja. Bij ook in een week in het ziekenhuis liggen, breek je ongeveer af wat je in een half jaar opbouwt aan spiermassa. Dat is al op jonge leeftijd. Nou, op oudere leeftijd is die balans nog veel meer verschoven. Dus ik zou zeggen, op latere leeftijd, kijk daarmee uit. Ja. En wat is die latere leeftijd? Vanaf 65, 70 ongeveer. Ja, dus ook met dieetrestrictie op jonge leeftijd is het best goed. Dieetrestrictie is dat je wat minder eet dan normaal, wat je net zei bijvoorbeeld. Dat is tot aan 60 wel te verantwoorden en daarna moet je er ook mee uitkijken. Ja, ja. Want dieetrestrictie, eten is wat minder, makkelijk gezegd. Ja. Maar is dat echt dat je, wat is minder eten? Is dat echt een maaltijd overslaan of is dat echt hongerlijden? Of wat moet ik daarbij voorstellen? Ja, dan moet ik me heel even verdedigen, want ik ben eigenlijk geen humane onderzoeker. Ik doe voornamelijk onderzoeken bij muizen, zeg maar, en daar zit tot 30% minder. Ja. Dus eigenlijk. We zeggen altijd een beetje dat je altijd een hongergevoel moet hebben. Maar dat is ook voor mij ook niet vol te houden. Dat is ook helemaal niet leuk, lijkt me. Daarom zeg ik altijd, ik sport liever dan dat ik elke dag een hongergevoel heb. Ja. Zeg even wat dingen die we zo ook in de zaal hoorden. Dat ontslakken, dat hoor je vaker. Hè? Van we gaan op kuur en we gaan niks eten, want we gaan ontslakken. Waar zitten die slakken eigenlijk? Is dat iets wat jij herkent? Nou, nee. Ja, ik vind het moeilijk om daar iets bij voor te stellen, want het lichaam heeft natuurlijk zelf hele goede mechanismen om wat giftige stoffen en zo allemaal af te breken. Dus het argument van ontslakken of ontgiften, dat vind ik wat moeilijk, want die mechanismen heeft het lichaam zelf wel. Ja.
Hij wil wat terugzeggen. Ja. Mag even de microfoon bij die meneer. Ik heb begrepen dat veel viezigheid wat je binnenkrijgt, en dat is per jaar zo'n 8 kilo aan geur, stoffen, kleurstoffen, emulgatoren, weet ik van wat allemaal, dat wanneer je dat op een dag, omdat je veel eet, dat niet goed verteert, dat zich dat ook vastzet in je vetweefsel. En door te vasten verlies je dus ook wat vetweefsel, waarbij dus dat soort viezigheid loskomt. Ik weet nog niet waarom het slakken heet, want dan denk je meteen inderdaad aan... Ik heb een heel vies beeld bij je. Aan een bepaald dingetje, maar dat... Ik weet niet, dat is niet mijn gedachte daarbij. Maar het is de viezigheid die je binnenkrijgt. En ik weet ook inderdaad, het meeste gaat gewoon via normale weg je lijf al uit. Maar je gaat ook wel eens een beetje ver met drank of met eten. En dat soort dingen. Dat is lekker om één keer per jaar om jezelf dat ook te ontzeggen. En schoon te worden. Ja. Ellen Blaak, ben benieuwd. Ja, kijk, in een paar dagen breek je wel een klein beetje vetweefsel af. Maar ik denk in het algemeen, in een normaal voedingspatroon, heeft het lichaam een heel goed mechanisme om wat giftige stoffen verder te verwerken. Dus ik denk dat ook niet meteen een remedie zou zijn als je een klein beetje vet afbreekt, dat daar heel veel vrij gaat komen. Ja. Zeg je daarmee eigenlijk gewoon van nou dat ontslakken zit toch een beetje tussen de oren? Of? Zeg nou eens heel, vat ik het nu heel brutaal samen. Zoals ik eigenlijk al zei, ik denk dat het lichaam zijn eigen mechanisme heeft, onder andere de lever, om bepaalde stoffen heel goed te verwerken. Ja. En natuurlijk als je allerlei schadelijke stoffen in de omgeving hebt, dat je daar op een gegeven moment wat van op gaat nemen, dat is wel zo. Ja. Maar het is niet zo dat je met een paar dagen vasten dat allemaal uit het lichaam spoelt. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk een hele grote vetmassa in je lichaam en een turnover. Dus daar zie ik niet zoveel baat bij, ontgiften of ontslag. Misschien even los van inderdaad het kwijtraken van die vetcellen. Is het inderdaad zo dat vetcellen ook veel giftige stoffen ophopen? Dat verhaal hoor je vaker, hè? Dus dat inderdaad wat hij zegt, allemaal stoffen uit conserveermiddelen en chemicaliën uit het milieu, dat die in die vetcellen terechtkomen? Het is zo, vetcellen die slaan met name gewoon heel veel vet op. Kijk, lipofiele stoffen die een vetweefsel oplossen, die worden vaak al het lichaam uitgefilterd door de lever. Maar er is natuurlijk ook wel aanwijzingen dat je omgevingsfactoren en milieufactoren gewoon ook wel opgeslagen kunnen worden in het lichaam. Hè, als je schadelijke stoffen in de omgeving hebt, in hele hoge mate. Ja. Even naar iets wat die mevrouw daar zei. Ik herken het ook voor mezelf. Ik heb ook deeltijd gevast. Dus 2 dagen niet eten en dan de rest van de week wel. En dat viel mij ook op wat die mevrouw zei. Dat herken ik heel erg. Dat je dan de honger weggaat. Dat je eigenlijk helemaal geen honger meer hebt op een gegeven moment. Hebben jullie daar een idee hoe dat mogelijk is? Ja, dat heb je. Ja, we hebben daar ook best wel aardig wat onderzoek naar gedaan. Hè. Als je gewoon hele laagcalorische diëten hebt, na een aantal dagen verdwijnt dat hongergevoel. En dat heeft ook met hormonale regulatie te maken. Ook als je heel weinig eet, krijg je een vorming van ketonlichamen die weer. Wacht even hoor, hormonale regulatie, ketonlichamen? Ja, je hebt dus hormonen die verzadiging kunnen remmen. Maar je hebt ook als je vetten heel erg snel afbreekt, dat je in de lever daar ook allerlei andere producten uit gaat vormen. Bijvoorbeeld ketonlichamen, die ook weer een effect op je verzadiging kunnen hebben. Ja. Dus je hoort dus het inderdaad wel vaak dat na een aantal dagen dus niet eten, eetlust wat dat betreft geremd wordt. Dan is wel gelijk de vraag die dan bij mij opkomt, ook extreme diëten waarbij heel veel gewicht wordt verloren. Zie je ook vaak dat... het vaak niet zo het probleem is om gewicht te verliezen, maar wel om dat gewichtsverlies op lange termijn te handhaven. Ja. En daar ligt misschien veel meer het werkelijke probleem. Komen we straks op. Ik wil nog even naar de techniek van het afvallen. Die ketonlichamen, die hoor je vaker, hè? Lara Rensen van NPO 1, de presentatrice, die had ook een aantal dagen vast. En toen zei ze, mijn adem gaat vies ruiken. En dat komt door die ketonlichamen. Hoe zit dat? Wat zijn dat voor lichamen? Ja, dat zijn afvalproducten inderdaad. En je hebt ook bijvoorbeeld een ketonisch dieet. Bepaalde mensen die krijgen wel alleen maar het energie uit ketonlichaampjes. Dat werkt weer heel gunstig op bepaalde vormen van versnelde veroudering. Dus het is een, net als eiwitten, koolhydraten kun je daar ook energie uit halen, zeg maar. Ja. Maar ik moet bekennen dat het ook meer jouw terrein is. Even kijken, dus je hebt vet,
En dat wordt dan gesplitst en zien doormidden geknipt. Dan heb je die ketonlichamen? Of? Als er een overmaat van vetten vrijgemaakt worden, en dat is dus als je vast, hè, dan heb je een hormoon insuline ook in het lichaam. Nou, dat gaat omlaag en dat betekent dat het afbreken van vetten minder geremd wordt. Dus je krijgt een overload van vetten, wat ook naar de lever gaat. En als daar een te groot aanbod is, gaat een gedeelte van die vetten, dit wordt niet energie, maar dat gaat in ketonlichamen. En het voordeel ook van die ketonlichamen is dat de hersenen die ook als brandstof goed kunnen gebruiken. Ja, ja. En want natuurlijk, als je op een gegeven moment gaat vasten, het is heel belangrijk dat er genoeg glucose in het bloed, suiker in het bloed blijft voor die hersenen. Ja. En op een gegeven moment kunnen die ketonlichamen ook een alternatieve brandstof voor je hersenen zijn. Ik weet daar nog steeds niet zo goed wat nou een ketonlichaam, wat ik me daarmee moet voorstellen. Is het een lichaam of een, wat is het precies? Van een chemische structuur inderdaad. Het is een stofje. Mag ik nog één ding zeggen wat je over dat ontslag had? Want ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit, met name als je het tegenovergestelde hebt. Dat je zegt, obesitas bijvoorbeeld, daar zien we dat, dat die vetcellen op dat moment heel veel ontstekingseiwitten produceren. Dus hele dikke mensen zitten vol met ontstekingseiwitten. En dat is echt, dat versnelt veroudering. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld het ontstaan van tumoren, ovariumcarcinoma, een vorm van kanker. Dat is veel hoger in dikke mensen dan dunne mensen. En als je dan gaat vasten, dan heb je er een enorm voordeel bij. Want dan breek je dus, dan ontslak je in die zin wel degelijk. Want dan haal je al die schadelijke ontstekingseiwitten weg. Ja. Even een kleine kanttekening nog op het vorige onderwerp. Ja, ja. Die therapeutische waarde van hoe gezond het nou is, het vasten, daar wil ik zo even op komen. Ja. Maar ik wil misschien eerst even nog even wat ik zag daar dat er een vraag was. Is die er nog bij? Die meneer daar met die baard, dacht ik. Even wachten tot de microfoon er is, graag. Anders. Zijn er voordelen van intermittent fasting? Ja. Intermittent fasting? Ja. Wat is dat? Ja, daar zijn, als je ook bekijkt, er zijn verschillende strategieën. Hè. Je kan voorstellen dat je één dag eet en de andere dag niet eet. Bijvoorbeeld 2 dagen per week heel weinig eet en de rest van de week normaal. Of 3 weken gewoon eet en 1 week heel erg weinig. Dus dat zijn verschillende. Deeltijd vasten, hè, is het eigenlijk. Ja. Deeltijd vasten, ja. Inderdaad. Ja. En of daar, de vraag is of daar voordelen van zijn. Ja. Als je kijkt naar onderzoek bij de mens, met betrekking tot gewichtsverlies. En het wordt vergeleken met een dieet wat gewoon energiebeperkt is, maar niet deeltijd, hè, maar gewoon een lichte energiebeperking over langere tijd, dan is er geen overtuigend bewijs dat je meer afvalt van intermittent fasting. Het is wel zo, als dat een makkelijke manier is voor sommige mensen om hun gewicht, om een gezond gewicht te handhaven, en makkelijker dan continu op je voeding te letten, dan kan dat op die manier werken, maar het is niet zo dat je meer gewicht gaat verliezen. En belangrijk is ook dat je natuurlijk gewoon een gezonde voeding blijft eten. Zeg Ellen Blaak, dat is wel iets heel opmerkelijks wat je zegt. Intermittent fasting, deeltijd vasten, is een hype. Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen. Hè? Ja. Veel boeken verschijnen erover. Precies. Zijn die mensen die deeltijd vasten? Zie je dat? Ik zelf dus ben dus ook. En zo, je ziet het al, in één zo'n zaal zitten allemaal mensen die dat doen. En je zegt eigenlijk van, nou ja, het helpt niet. Het helpt niet meer dan gewoon. Kijk, het eten. Helpt niet. Kijk, als het een manier is om je gewicht onder controle te houden voor sommige mensen die het idee hebben van, nou, dat is voor mij makkelijker om het zo te doen, dan helpt het wel. Maar of er nou extra voordelen aan zitten met betrekking tot gewichtsverlies, daar is bij de mens geen overtuigend bewijs voor. Kijk, en het is natuurlijk wel heel belangrijk, en dan kom ik weer op de lange termijn, waar we het misschien zo over hebben, om gewichtsverlies op lange termijn te handhaven, is het heel belangrijk dat je ook echt op dat voedingspatroon, dus de kwaliteit van de voeding, let. En niet alleen op de hoeveelheid energie die je inneemt. Ja. Dus voor de lange termijn is dat veel belangrijker. Dus je moet het blijven doen, dat deeltijd vasten. Ja, je moet dat blijven doen en dan is het gevaar dat het, als je daarmee een stabiel gewicht kan handhaven, dan is dat heel prima. Maar als je daar af gaat vallen, aan gaat komen, hè, het jojo-effect. Nou, er zijn wel aanwijzingen dat dat best wel eens niet zo gunstig kan zijn. Ja, ja. Voor je stofwisseling. Ja, ik kan erover meepraten. Ik bedoel.
die korte termijn en die lange termijn. Jij noemde al dat yo-yo-effect. Vertel eens, hoe zit dat eigenlijk? Wat is dat voor effect? Ja, ze hebben bijvoorbeeld ook daar veel onderzoek naar gedaan. Nou, een typisch voorbeeld is misschien je hebt veel van die afvalprogramma's bij mensen met overgewicht. Zo ook in Amerika heb je de Biggest Loser. En daar hebben wetenschappers ook precies onderzocht wat er nu met die stofwisseling gebeurt. Ja, zo'n programma waarbij je zoveel mogelijk gewicht moet kwijtraken. En er waren dus, ze hebben dus gekeken, als je dus heel veel afvalt binnen korte tijd en je gaat je stofwisseling meten en dat relateer je ook aan de hoeveelheid spieren die er zijn, blijkt je toch gewoon iets efficiënter met die energie om te gaan. Mm-hmm. Dus je energiegebruik gaat iets omlaag en dat kan natuurlijk wel weer een trigger zijn om aan te komen. Dus dan wordt het toch qua stofwisseling moeilijker. Dus je lichaam past zich aan, dat is eigenlijk. En je hebt ook, dan hebben we het weer over de vetcellen. Hè. Normaal zitten die vol met vetten. Hè, als je overgewicht hebt. Als die vetcellen opeens gaan krimpen, dan gaan ze ook bepaalde signaalstofjes, zoals een hormoon leptine, wat een effect heeft op je hongergevoel, minder afgeven. En als dat gewoon vrij laag blijft, dat leptinegevoel, dan heb je eerder de neiging om weer te gaan eten. Dat worden wel als verklaringen aangevoerd dat eigenlijk op de lange termijn 90% van de mensen weer terugvalt. Ouder gewicht. En dan is het toch belangrijk om die leefstijl te veranderen. Ja. Wat raad je nou mensen aan die willen afvallen? Ik bedoel, het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen van je moet je leefstijl aanpassen. Je moet gezonder gaan eten. Je moet matigen. Je moet het idee van Jelle Reumer, het dieet van Jelle Reumer volgen. Nou, dat klonk wel goed, dat dieet. Ik denk wat dat betreft dat leefstijlinterventie gewoon een gezonde voeding heel belangrijk is. Dus ik denk ook bij een heleboel programma's dat eigenlijk er meer nadruk moet komen op gewoon het gezond eten. Actief zijn, lichamelijke activiteit is ook bijzonder belangrijk. En niet op gewichtsverlies per se. Ja. En we hebben daar ook wel programma's naar gedaan dat mensen stapje voor stapje ook begeleid worden om zaken in hun dagelijks leven ook te incorporeren. Ja. Dus mensen, het is niet alleen een zaak van het individu, maar mensen hebben daar ook hulp bij nodig. Hoe kun je dat in je dagelijks levensstijl implementeren? En misschien moeten we dan niet meer een continu aanbod hebben van allerlei ongezonde voedingsproducten. Ik denk dat als je nu een resultaat wil hebben morgen, dan had je een half jaar geleden moeten beginnen. Dat duurt gewoon, dit soort dingen duurt gewoon heel lang. Dat ga je niet met één week vast oplossen, dat moet je chronisch toepassen. En combinatie met bewegen, minder eten, iets wat haalbaar is. Ja. Heel veel mensen zijn heel fanatiek in januari. En zo richting mei, dan laat dat weer een beetje weg. En probeer nou eens een lange termijn iets te vinden wat echt toepasbaar is. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je gewoon een klein beetje minder eten, een klein beetje meer bewegen. Zorg dat je rond die BMI komt tussen 20 en 25. Ja. En is er überhaupt een plek voor vasten in dat spel, denk je? Ik hoor jou ook zeggen van dat vasten eigenlijk ook een makkelijke, duidelijke leefregel is. Ja, dat zou kunnen dat je zegt van voor bepaalde mensen, dat je meer advies op maat, dat voor dan goed is gewoon toch om een aantal dagen echt duidelijk minder te eten. Maar dan moet er ook wel nadruk op zijn dat je niet alleen dat doet, maar ook de kwaliteit van de voeding verandert. En er zijn hele duidelijke richtlijnen door de Gezondheidsraad gegeven wat een gezonde voeding is. Dus ik denk dat dat je het wel altijd in de context van een gezonde leefstijl moet zien. En dat is dan toch meer bewegen en gezonder eten. En die programma's die blijken ook heel effectief. Ja. Met name ook voor de gezondheidsrisico's van overgewicht, zoals diabetes. En als je hebt leefstijlinterventies op lange termijn, dat je een 50% reductie van het risico hebt op diabetes en hart- en vaatziekten. En dan moet je wel dat op maat aan mensen aanbieden, dat mensen echt geholpen worden om toch die leefstijl te veranderen. Is het nou niet gewoon zoiets als een pil in zich die dit allemaal gewoon voor ons doet? Het is allemaal zo, minder drinken, minder eten, meer bewegen. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ja, die zijn er, ja. Je hebt inderdaad, weet op moleculair niveau waarom weinig eten zo goed is. Eten, dat zorgt ervoor dat je cellen uit slaapstand komen. En cellen die in slaapstand zijn, die zijn beschermd tegen schade. Dus door te eten gaan ze uit slaapstand en zijn ze weer vatbaar voor schade. Dus eigenlijk eten geeft schade en sporten is meer reparatie. Dus dat is een beetje de balans die je probeert te schetsen. Nou weten we ook waarom dat dan is, dat ze uit die slaapstand komen. Dat is een eiwitje, dat heet TOR,
target of rapamycin. En je raadt het al, het stofje rapamycin, wat gevonden is op Paaseiland, op die beelden. Dat geeft eigenlijk... Ja, oké, okay, ja. Op die beelden? Op de beelden zelf, ja. Dus daar is... Je nog eens wat zeggen, ja. Het Paaseiland. Ja, wat die buitenaardse wezens allemaal daar neergezet hebben voor ons, dat is geweldig. Maar dat stofje, dat wekt dus op het niveau van een cel het hongergevoel op. Dus dan muizen bijvoorbeeld, ook eerst had het ooit gedaan bij fruitvliegen. Die kunnen gewoon normaal eten en dan heb je ook rapamycine erbij. En dan leven ze dus veel langer en gezonder, omdat de cel niet uit de slaapstand komt. Ja. Het is een tikje gevaarlijk bij mensen, omdat er nogal wat bijwerkingen ook zijn van dat rapamycine. Het is onder andere een immuunsuppressant, zoals het dan heet. Dus het vermindert je afweer. Ja. Dus er zijn nu heel veel bedrijven met deze... Het is een soort chemotherapie, hè? Je wordt doodziek. Nou, nee, dat is te veel gezegd. Nee, chemotherapie, dat geeft echt schade in je lichaam. Dat doet rapamycine niet. Dat is te veel gezegd. Maar er zijn wel heel veel bedrijven nu bezig om te kijken of ze de negatieve effecten van dat stofje weg kunnen halen, maar wel de positieve effecten kunnen behouden. Dat is een miljardenindustrie in Amerika op dit moment. Ja. Ja. Er zit daar meneer die een vraag heeft, misschien dat... Ja. Nou ja, dat rapamycine, die term heb ik wel eens gehoord, maar dat zit op die belden op Paaseiland, daar wil ik wel iets meer van horen. Als je wil kun je het gewoon kopen nu overal. Maar dat is ooit gevonden inderdaad. Ik vraag me niet precies het verhaal. Ik vermoed dat het is omdat daar ooit schapen hebben gestaan die net iets langer leven dan hun soort schapen. Ja, die daar hebben staan grazen die net wat langer hebben geleefd dan hun soortgenoten. En dat men eens gaan zoeken van hoe komt dat nou. Maar inderdaad, er zitten schimmels. En die schimmels die produceren dat stofje, rapamycine. En er zijn allerlei varianten van gemaakt, dat noem je dan rapalogen, zo heet dat. En dat is al 20 jaar aan de gang, dat mensen proberen in laboratoria dat stofje verder uit te denken. Dit is trouwens rapamycine is maar eentje, hè. Je hebt ook het beroemde rode wijn voorbeeld. Resveratrol is een stof dat in rode wijn voorkomt. Dan moet je 2,5 liter per dag drinken, wil je aan de concentratie komen die gunstig is. Dus dat heb je andere nadelen. Nee, dat is ook weer niet gezond. En metformine is weer een andere die bij diabetes vaak gebruikt wordt. En die werkt bij proefdieren ook weer heel gunstig. Dus, nou ja, er zijn een aantal voorbeelden van het platleggen van je groeisignalen in je cel. Waardoor proefdieren langer en gezonder leven. Ja. Ik denk, om daar even op aan te vullen, wat... Natuurlijk heel veel van die stofjes die bij proefdieren heel effectief bleken te zijn, blijken vervolgens bij de mens toch weer net wat anders te werken. Ja. Dus dat is vaak... Ik zou het zeker ook niet aanraden. Nee. Maar dan laten we die vraag ook eens stellen. Is zijn er aanwijzing dat dit bij de mens zou kunnen werken of zou werken? Er is nu net geld nog net niet volledig opgehaald om een studie te doen met metformine. Om daar een klinische studie, echt een goede klinische studie met een placebo-controlegroep, om die echt op te zetten in Amerika. En dat metformine geldt... is ook zo'n rapaloog. Ja, dat komt uit de diabeteswereld. En dat is een remmer van stofje AMP-kinase. Dat doet er verder niet toe. Dat geeft ook inderdaad het hongergevoel. Stofje wat cellen in de slaapstand zit. Ja, precies. En omdat het al bij diabetespatiënten wordt toegepast en daar relatief veilig blijkt te zijn, zeg je dus weinig bijwerkingen. Dus zijn ze daar nu een klinische studie aan het proberen op te zetten met gezonde ouderen, zeg maar. En dat stofje heeft ook wel inderdaad in een korte studie heel veel gezond effecten gehad. Gunstige effecten bij het tegengaan van infecties. Dus oudere mensen die dat een tijdje gebruikten, die waren beter beschermd tegen de griep. Ja. Dus daar zijn we, Ik was al benieuwd, hè, want je zegt van muizen en proefdieren worden hier ouder van. Hoeveel ouder moet je dan ongeveer denken als je het een beetje zo losjes naar de mensen om... Rapamycine is zo'n 10-15%. Het ligt eraan, het is inmiddels alweer richting 20% geloof ik, met een andere concentratie. Dus daar zit je een beetje aan te denken. Even denken, dat is voorbij de 100 jaar als je het naar mensen omrekent. Ja. En dat is gewoon door preventie. Hè? Dus je hebt natuurlijk voorkomen is beter dan genezen, maar voorkomen en genezen. Ik werk namelijk aan de geneeskant, zoals je misschien weet. Als je die onderzoeken dan combineert, dan kun je misschien wel 40% bereiken. En dan zit je alweer rond de 120, denk ik. 120 jaar. Maar het gaat met name even... En je kunt gewoon blijven eten en drinken, zeg maar. Ja, dat is altijd gevaarlijk, want dat weten we natuurlijk helemaal niet. Dus ik zou dat zeker niet promoten. Maar het gaat met name om die gezondheidseffecten en niet de levensduur. Dat wil ik ook eventjes... Ja, dat blijkt wel heel opdekkelijk om daar even dan op in te springen. De overtuiging dat wij toch die leefstijl moeten veranderen. En dat we daarnaast natuurlijk onderzoek kunnen doen om dat bij mensen wat makkelijker te maken. He, met bepaalde specifieke voeding, wat meer, zoals we het noemen, personalized of bepaald type medicatie. Maar
Althans, in mijn mening gaat de situatie nooit ontstaan dat we maar kunnen eten wat we willen. Nee. En dat we dan het wondermiddel hebben wat dat tegengaat. Maar ja, dat ook niet met nee, dat denk, ik denk dat dat een combinatie van is. Is dat bij diabetespatiënten dat ze pas metformine mogen nemen als ze hun levensstijl duidelijk hebben aangepast. Dus ja. Ik denk dat dat wel de manier is hoe we dit moeten gaan zien. Ja. Ja. Dus nog even wachten met de beelden op Paaseiland aflikken. Dat ja. En meneer daar een vraag. Ja, jullie hadden het al eerder over die muizen die dan zeg maar tot een bepaalde hoeveelheid, zeg maar 30% onder de hongergrens, zeg maar eten. Ja. Is dat dan hetzelfde proces, maar dan in natuurlijke zin als met dat stofje waar jullie het net over hebben? Nou, maar je ziet dat er met echt minder eten er meer gebeurt dan met één stofje. Want dat ene stofje dat grijpt in, er zijn bij spreken 3-4 armen die gereguleerd worden door eten en dat stofje grijpt maar op één van die moleculaire armen aan als het ware. Dus dat stofje, rapamycine, dat pakt, nou, wat ik al zei, de... Ja. Met die stofjes bedoel je dan? Of... Ja, als je minder eet, dan zie je inderdaad dat die cellen in een onderhoudsmodus gaan. Dat kun je heel goed in alle organismen, dat is zelfs in apen al bewezen. En er zijn, nou, bij mensen is dat wat lastiger, maar... Van parasitaire wormen tot vlieg, tot muis, tot aap is dat allemaal gevonden. Ja. Wat dus wel een goede aanwijzing is dat het voor de mensen ook zo geldt. Dat denk ik zeker, ja. Ja. Ik wil heel even, ik kap het even af, ik wil graag eventjes toe naar iets anders. Namelijk de therapeutische toepassingen van dit soort middelen die jij dus ook onderzoekt. Die middelen die cellen in de slaapstand zetten en een soort kunstmatig honger opwekken bij cellen. Een tijdje geleden sprak ik Jan Hoeymakers. Professor verouderingsbiologie in Rotterdam. Die had zijn arm gebroken, moest geopereerd worden. En hij zei, nou, nu ben ik aan het vasten. Want voor een operatie vasten, dat zet mijn cellen dus in die onderhoudsstand. Zit daar wat in? Absoluut, ja, daar ben ik ook van overtuigd. Er zijn best wel veel bewijzen, wederom weer bij proefdieren. Want dat is moeilijk bij mensen nog te doen. Dat bijvoorbeeld als je een operatie inplant. Als je die muizen bijvoorbeeld 48 uur van tevoren laat vasten. Dan komen ze er allemaal ongeschonden uit, of grotendeels. Terwijl als je ze flink laat eten, dat noem je dan ad libitum, dus volledig toegang tot eten geeft, dan gaat er een groot deel bijvoorbeeld dood. Bijvoorbeeld bij een orgaantransplantatie kun je dat doen, bij proefdieren, maar ook bij chemotherapie. Geef je muizen chemotherapie, worden ze ziek. Maar als je ze laat vasten van tevoren, dan komen ze er veel beter uit. Dus daar is absoluut best wel veel bewijs voor. Ja. Ja. Terwijl het paradoxale is dat de arts het tegenovergestelde wil. Die wil dat een patiënt goed gevuld de operatie ingaat. Nou klopt dat wel, tot aan dus pak een beetje 48 uur van tevoren zou ik zeggen. Ik heb het ook mijn eigen familie aangeraden. Er was ook iemand die had een geval dat hij chemotherapie kreeg. Dan heb ik ook gezegd, zorg dat je goed, dat je chubby bent, maar dan 48 uur van tevoren, of in ieder geval 24 uur van tevoren, vasten. Daar is best veel bewijs voor. Ja. Want nog eventjes voor de duidelijkheid, wat gebeurt er dan eigenlijk in zo'n lichaam als je gaat vasten? Nou, dan gaan je cellen dus wederom in die slaapstand, in die onderhoudsmodus. En dan zeggen ze, kom erop met die klappen, met die schade. Wij kunnen wel wat hebben. Maar die kankercellen, die hebben die bescherming niet. Dus die zijn nog wel vatbaar. Dus je tumor is in principe nog... Die blijft nog in principe gewoon delen. Want dat is een tumor. Een kanker deelt. En die is helemaal niet in de slaapstand te krijgen. Want daarom is het een kanker. Dus die is wel nog vatbaar. Maar jouw gezonde cellen, die wil je eigenlijk zo beschermd mogelijk hebben. Dus zeker voor chemotherapie is er best wel wat voor te zeggen. Ja. Is dat eigenlijk, want als je zegt van ja, er is al aardig wat bewijs voor, waarom doen we het dan eigenlijk nog niet? Richtlijnen. Dus het is moeilijk om dingen in richtlijnen te krijgen. Ja. En de praktijk is ook wel degelijk zo, dat natuurlijk mensen over een langere periode vaak chemotherapie krijgen. En dan wordt het een ander verhaal. Kijk, je kan zeggen voor iemand die een operatie ondergaat, zoals een orgaantransplantatie, dat is maar heel even eigenlijk, dat je de klap krijgt. Maar iemand die maandenlang chemotherapie krijgt, dan kun je niet zeggen, ga maar maandenlang vasten. Mm. En daar heeft de arts dan weer gelijk in. Dan moet je juist zorgen dat iemand goed, eigenlijk vet gemest is en die behandelingen gaat, want je valt ongelooflijk af. Ja. En zeker op oudere leeftijd krijg je dat lichaamsgewicht bijna niet meer terug. Dus er zit een soort van grijs gebied in hoe langdurig de procedure is, ja, hoe toepasbaar dat is. Ja. Dus voor de eerste behandeling zou ik zeggen, zeker, en op een gegeven moment na de 20e behandeling, ja, dan heeft het weinig zin meer misschien. Ja. Helder. Misschien nog een vraagje in de zaal. Daarachter zie ik nog een mevrouw helemaal in de hoek. En we zullen zorgen dat onze programmamaker Brand Berghouden ook een beetje afvalt vandaag. Ja, ik heb een vraag over de muizen, zeg maar. De muizen die zijn gestrest doordat ze geen eten krijgen. Dat is ook een
ding. Hoe vertaalt zich dat? Want een mens is misschien veel meer gewend aan lang niet eten. Van nature. Mm. Maar een muis, die wordt na een paar half uur wordt hij al heel zenuwachtig. Ja. Omdat hij niet zijn hapje kan bij elkaar doen. Dus is die stress niet ook een veroorzaker van die effecten die je ziet? Ja, het is een andere soort stress. Want het is juist als je gaat meten wat bijvoorbeeld oxidatieve stress is. Dat is juist lager in muizen wanneer ze niet eten. Dus dat is als je wederom door eten zie je best wel dat inderdaad DNA-schade gaat omhoog. Oxidatieve stress gaat omhoog. Wederom, omdat als die cellen uit onderhoudsmodus gaan, ze vatbaar worden voor stress. En een muis die niet eet, die gaat wel zoeken. Dus die ziet er gestrest uit. Maar dat is iets anders dan DNA-schade of oxidatieve stress. Dus dat is een beetje een grammaticale dingetje. Dat is een ander soort stress, zeg maar. Ja. Ja, liever even iemand die we nog niet hebben gehoord. Die mevrouw hiervoor. Ja, ik vroeg me af, is het nou zo dat vasten wel goed is om bepaalde organen rust te gunnen? Herstelmogelijkheid? En zo, ja, wel organen. Een vraag, herstelmogelijkheid? Als je geen alcohol meer drinkt, dan is dat goed voor je lever. Ik kan me voorstellen dat er nog meer organen zijn die er wel bij varen als je een tijdje vast. Ja. Werkt het inderdaad, die spaarstand werkt dat ook op organen? Ja, ik denk bij de mensen, ik denk in gewoon eten met mate is wel goed. Maar er is niet overtuigend bewijs dat specifiek voor bepaalde organen heel positief is. Kijk, het is natuurlijk wel zo, door calorische restrictie, als je niks eet, dan gaan er acuut allerlei zaken in het lichaam ook veranderen. He, ook je hormonen, of bijvoorbeeld iets van insuline gaat omlaag. Kijk, en dat, die hele regulering wordt dan een stukje beter. Als je op lange termijn niet eet, ga je natuurlijk gewicht verliezen. En als jij te veel gewicht hebt, heeft dat hele positieve effecten op verschillende organen. Dus in die zin is energierestrictie, acuut eet je niet, dan heb je al een iets betere regulering. Bijvoorbeeld mensen met diabetes. Nou, je ziet, als je dus acuut dan niks eet de volgende dag, die regulering neemt meteen toe. Als je gewicht verliest, dan heb je natuurlijk de functie van een heleboel organen. Nou, dan haalde je al aan bijvoorbeeld de spieren, de oxidatie van spieren. De vetten worden vrijgemaakt uit vetweefsel. Dus die organen verbeteren duidelijk dan in functie. Laatste vraag voor die mevrouw. Ik heb juist begrepen ook van het intermittent fasting, waarbij je zeg maar 8 uur per dag jezelf wel de tijd geeft om te eten en 16 uur per dag of 17 uur per dag niet eet. Dat juist inderdaad die insulinepieken afnemen, dat je organen rust krijgen en dat ze bij muizen hebben ondervonden dat die veel, veel langer, veel gezonder leven. Dus het gaat niet zozeer om het vaste dat je een week of 10 dagen heel weinig eet. Maar dat je in een vast ritme komt van 16 uur per dag niet eten, 8 uur per dag wel. Dus je hele eetraam wordt kleiner, waardoor je organen heel lang de tijd krijgen om bij te komen, zeg maar. En je gaat je vet verbranden op het moment dat na 8 uur je voedsel weg is. En dan zou, maar ik weet niet of dat waar is, dan zouden dus ook de slechte cellen met name opgeruimd worden, omdat je lichaam dan weer vet wil verbranden. Heeft dat dan met die slaapstand te maken van je cellen? Gaan die ook bij 16 uur in slaap? Nou ja, ik... Ja, daarna kun jij er ook nog op reageren. Ik denk op lange termijn is bij de mens daar niet zoveel bewijs voor. Kijk, er zijn wel nu wel aanwijzingen dat wij allemaal ook in onze stofwisseling een circadiaan ritme hebben. He, dus een 24-uursritme, dat bijvoorbeeld je hormonen en de dingen, de verwerking van voedsel, dat bijvoorbeeld 's morgens op een iets hoger niveau kan zijn, bijvoorbeeld de respons van het hormoon insuline. Dus dat het goed is om op bepaalde tijdstippen te eten, dan heb je time-restricted feeding. Dus eten in een kortere periode en eet vooral niet 's avonds laat. Dus daar zijn aanwijzingen dat inderdaad... Zo kan werken, maar op lange termijn is er bij de mens nog niet zoveel bewijs voor. Ik denk dat het wel een heel interessant gebied is wat verder onderzocht moet worden. Ik weet niet of jij nog wat aan te vullen. Bij muizen zijn er inderdaad studies die het laten zien. Dat als je ze op een paar, inderdaad maar heel beperkt laat eten op één tijdstip van de dag of een bepaalde window van de dag, dat ze dan langer leven en gezonder leven. Er zit een belangrijke kanttekening bij.
Als je bijvoorbeeld muizen hebt die niet zo goed met schade overweg kunnen, omdat ze een reparatie-eiwit missen, dat die weer sneller doodgaan als je dat doet. Want die eten dan zo massaal veel in één keer, dat dat weer schade geeft. Dus daar zit een kern van waarheid in, maar we snappen hem nog niet helemaal. Dat vind ik zou zelf nu niet een protocol kunnen bedenken van dit is het beste wat we zouden moeten toepassen. Er zit wel iets van waarheid in, maar helaas moet dat nog wel echt beter uitgezocht worden, denk ik, voordat ik het mezelf aan ga wagen. Ja, er zijn wel studies bij de mensen inderdaad die dat time-restricted feeding hebben, dat je om 3 uur je laatste maaltijd neemt. En over een periode van zo'n 6 weken. En daar bleken wel positieve effecten op gezondheid te zijn. Kijk of dat op lange termijn ook zo is. Ja, het zal toch een aantal keer bevestigd moeten worden. Helder. Tot zover. Nou, ik denk misschien een hele korte samenvatting. Om af te vallen is het niet een heel goed idee, het vasten. Pas op voor het jojo-effect. Maar voor operaties, chemo's, gebeuren er toch wel heel interessante dingen. Dat vat het misschien eventjes voor nu een klein beetje samen. Blijf lekker zitten. We gaan eens eventjes door naar een tussenonderdeel eigenlijk. Neem ook kennislink. We hebben hier Mart Vogel in huis. Mart Vogel, dames en heren. Heren, ik wil het vanavond met jullie hebben over goede voornemens. Wie van jullie heeft er goede voornemens gemaakt dit jaar? Mag ik handen zien? Dat zijn er wel een paar. En voor wie had dat te maken met beter eten en afvallen? Ook wel een paar handen. Nou, des te meer reden om even goed te checken wat jullie precies weten over goede voornemens. Wat werkt er wel en wat werkt er niet. We gaan zo een petje op, petje af quiz doen. Waarbij jullie steeds 2 opties krijgen om te antwoorden. Die je moet uitbeelden. Nou, die opties zijn... Mag ik de volgende slide? Spierballen of de grote buik. Jullie mogen allemaal gaan staan alsjeblieft. En eerst even testen of jullie een beetje door hebben hoe je moet antwoorden. Mag je grote buik zien? Oké, super. En de spierballen? Nou, helemaal goed. Als je een vraag fout hebt, ben je helaas af en moet je gaan zitten. Onthoud dat goed. Oké, de eerste vraag. Hoeveel oliebollen moet je eten om precies 1 kilogram vet aan te komen? Zijn het er minder dan 25 of zijn het er meer dan 25? Antwoord in 3, 2, 1. Nou, dat zijn er meer dan 25. Je moet er namelijk 39 eten. Als je het fout had, ga dan zitten. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Hoe ver moet je nou rennen om die 39 kilo aan oliebollen te verbranden? Is dat minder dan 120 kilometer? Of is dat meer dan 125 kilometer? Antwoord in 3, 2, 1. Nou, dat is minder dan 120. Je moet namelijk ongeveer 100 rennen. Dat is ongeveer de afstand tussen Amsterdam en Rotterdam. Oh, ik zie al veel mensen gaan zitten. Mag ik de volgende vraag? Wat bevat meer kilocalorieën? 100 gram oliebol of 100 gram eierkoek? Is dat 100 gram oliebol of is dat 100 gram eierkoek? Antwoord in 3, 2, 1. Nou, dat is de eierkoek. Misschien verrassend. Oliebollen bevatten veel meer per stuk, maar eierkoek per gewicht. Om 1 kilogram vet aan te komen moet je meer dan 90 glaasjes champagne drinken. Is dat waar of is dat niet waar? Antwoord in 3, 2, 1. Nou, dat is waar. Je moet namelijk 100 glaasjes drinken. Champagne is eigenlijk een heel magere drank en vergelijken met witte wijn. Hebben we nog maar 1 persoon die staat? Nou, we gaan gewoon afmaken. Oh nee, we gaan nog door hoor, mevrouw. Nee, we gaan door. Tijdens de kerstvakantie komen we gemiddeld meer dan 0,5 kilo aan. Ik ga gewoon even hier staan. Is dat waar of is dat niet waar? Het is helaas waar. Nou, alsnog hartstikke gefeliciteerd. We hebben een kleine prijs. U weet blijkbaar het meest van goede voornemens en dus ook waarschijnlijk dat ze helemaal niet werken. Dus daarom hebben we een appeltaartprijs. Daar weet u vast wel raad mee. Dankjewel. Oh, goed.
Nou, daar zit je dan. Avondje na avondje over vasten geweest. Ik zou er graag bij willen vragen, Miranda Klaver en Rolf Futselaar. Applaus. Ja, Miranda. Daar moet je wel ook komen. Ik luister. Zeg, Miranda Klaver, theoloog en antropoloog aan de Vrije Universiteit. Ik geef aan die kant aan trouwens. En Rolf Futselaar van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De historicus en de antropoloog, theoloog eigenlijk. Toen we jou belden, toen zei je van ja, ik ben heel druk geweest met de Nashville-verklaring. Waarom eigenlijk? Nou ja, dat gaf nogal wat commotie in Nederland. Ik wist dat het eraan zat te komen. Maar wat heb jij met de Nashville-verklaring? Mijn eigen onderzoek gaat vooral over evangelicalen en pinkstergelovigen. En die worden erg veel beïnvloed door wat er in Amerika gebeurt. Ja. Evangelicals in Amerika. Dus ik wist al van alle commotie over de Nashville anderhalf jaar terug in Amerika. Dus toen ik hoorde dat het in Nederland kwam, dacht ik van, oh nee, dit gaat verdonder geven. Ja. En dat was ook zo. Ja. En Rolf Futselaar, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Zo heten we niet meer. Oh, hoe heet jullie tegenwoordig? We heten tegenwoordig NIOT. Dat is geen afkorting meer, maar gewoon een geluid. Gewoon NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Oké. Ik zeg wel gewoon NIOT. Als je dat lijkt me wel een heel goed idee, ja. Hey, en ik bedoel, wat doe jij hier op een avond over vasten? Wat is jouw, je hebt een merkwaardig specialisme eigenlijk voor een historicus. Ik heb me veel bezig gehouden met voeding in conflict situaties. En dat is vooral het uitblijven van voeding en de maatschappelijke reacties daarop. En vorig jaar is in Amsterdam mijn promovendus gepromoveerd, Ingrid de Zwarte. Die heeft een proefschrift geschreven over de hongerwinter in Nederland. Maar omdat zij een veel flitserender carrière heeft dan ik, zit ze nu in Oxford. En vroeg of ik namens haar dan hier over verhongering wilde praten. Ja, ja. Klinkt wel een beetje zielig als je het zo vertelt. Het is ook wel een beetje zielig als ik het zo vertel, maar ik ben op zich op het NIOT ook heel gelukkig hoor. Ja, ja. Zeg, we beginnen eens eventjes bij de godsdienst. Vasten zit in ontzettend veel religieuze tradities, hè? Kan je zeggen dat het in alle religieuze tradities zit? Of? Ja, dat wordt wel gezegd. Dat het eigenlijk in alle tradities, dat we dat gewoon tegenkomen. Ja, het is een hele belangrijke rituele praktijk. Ja. Maar hoe het uitgevoerd wordt, dat verschilt natuurlijk wel heel erg per traditie. Ja, want zonder nou meteen in te gaan op de vraag waarom religieuze mensen vasten. Kun je wat voorbeelden geven? Wat zijn dat voor tradities? Nou, ik denk dat de meest bekende vaste traditie de Ramadan is in de islam. Ik denk dat de meeste mensen mee bekend zijn, een hele maand van vasten. Dat was natuurlijk in Nederland, is dat eigenlijk de laatste decennia natuurlijk veel zichtbaarder geworden door de toestroom van moslims in Nederland. De christelijke traditie kent ook al heel lang vasten, zeker in de katholieke traditie. Maar eigenlijk in die protestantse traditie kennen we het niet zo erg. En daarom is het misschien in Nederland ook wat onbekender door onze grote volksdeel wat heel protestants opgevoed is of bekend is met die traditie. Maar in de katholieke traditie heb je de 40 dagen tijd. Waar mensen 's ochtends vroeger naar de mis gingen. En dan mocht je niet eten voor de mis. Pas daarna mocht je eten. Op een Goede Vrijdag werd vaak gevast in de katholieke traditie. Ja. Bekenden van de katholieken op vrijdag geen vlees mochten eten, maar wel vis. Nou goed, dat is nog niet vaste, maar dan zie je wel dat er allerlei voedselregels zijn. Die wij ook gewoon in Nederland kenden. Maar wereldwijd gezien zie je dat de relatie voedsel en religie heel belangrijk is. Ja, want telt dat ook als vaste voedselregels? Dus je mag dat hangt dus wel van je definitie af. Hè. Zoals we natuurlijk tot nu toe over gesproken hebben, echt niet eten als een vorm van vaste. Dat is, je zou kunnen zeggen, dat is weer de klassieke opvatting van vaste. Ik vind het zelf als antropoloog heel interessant dat we vandaag de dag allerlei nieuwe vormen van vasten tegenkomen. Bijvoorbeeld in die 40 dagen tijd zie je nu dat protestanten gaan vasten van sociale media. Dat noemen ze dan ook vasten. Dat heeft ook niks met eten te maken. Maar wel dus dat je bepaalde gewoonten, dat je ontzegt van iets. Ja, hè? Ja. Of geen tv kijken. Of geen... Nee, en ik vind het bijvoorbeeld zelf ook heel interessant dat we dan deze maand in januari weer zo'n actie hebben van geen alcohol. Zou je kunnen zeggen van is dat ook niet een soort variant op die oude traditie van het ontzeggen van bepaalde voedselregels die we voorheen altijd in religie zagen, die eigenlijk nu een soort seculiere vorm zijn van nieuwe rituelen. Want wat zie je daar voor religieus aan die maand?
Nou ja, het feit dat we dus wel behoefte hebben aan bepaalde rituele vormen van gedrag. Hè? Dus dat je dan voor een bepaalde periode een bepaalde afspraak maakt. Dat het ook collectief gebeurt, hè? Zoals dat in Nederland gepromoot wordt. Dus niet alleen individueel, maar hè, je kunt je geloof ik op een website ook aanmelden. En dan kun je nog weer berichtjes krijgen die, die dan weer helpen om je daaraan te houden. Dus ja, het is toch wel een bepaalde vorm van ritualiteit. Die vanuit religieperspectief, dat je zegt van nou, hier zit toch wel een soort religieuze dimensie aan. Of dat kunnen we wel verbinden met hoe we vroeger met religies omgingen. Ja. Zeg, je zei die protestantse traditie dat die minder vaste eigenlijk niet. Waarom zijn ze uitzonderingen in dat geheel? Nou ja, als je natuurlijk denkt over de reformatie, daar is natuurlijk een enorme breuk gekomen met allerlei rituele praktijken uit die katholieke traditie die als verdacht of in ieder geval waar die afgeschaft zijn. Eigenlijk zie je daar een enorme verandering van wat geloof of religieuze traditie inhoudt. Dat met name het lichaam er niet toe doet. Het gaat om beliefs, het gaat om geloofsovertuigingen bij die protestanten. Dus het zat altijd heel erg in de dogma's en in de geloofsleer. En het opvallende is dat je eigenlijk de laatste 10, 20 jaar ziet dat daar een soort kentering komt. Dat het lichaam belangrijker wordt. En dat bijvoorbeeld ook in die vaste tijd protestanten een askruisje gaan halen. En ook die 40 dagen tijd ook met bijvoorbeeld het ontzeggen van bijvoorbeeld alcohol of andere voedselregels ook. Dat ineens een opkomst is. Toch die behoefte om ook bepaalde periodes in het jaar ritueel te markeren. Ja. En behoeftes om periodes ritueel te markeren. Ik bedoel, is iemand die zegt van nu gaan we dit doen? Of nee, dat wordt dingen? Dus niet van bovenaf opgelegd. Dat is het interessante. Het is juist dat er eigenlijk gezocht wordt weer naar nieuwe vormen van ritualiteit. Waarbij zeg maar dat religieuze handelingen belangrijker worden dan dat je het alleen maar cognitief overtuigd bent van wat waarheid is of wat het geloof zou inhouden. Maar mensen zitten dan van, kom, ik ga ze als kruisje halen. Nou ja, het is misschien ook niet helemaal toevallig, maar bijvoorbeeld in Amsterdam is er dus nu een protestantse kerk die al een aantal jaren dat aanbiedt op As Woensdag. Ja. Nou, dat was zeg maar 30 jaar geleden ondenkbaar dat een protestantse kerk een askruisje ging. Even een hele domme vraag. Ja. Askruisje, dat is om het begin van de vastetijd te markeren. Dat is net na carnaval. Hè? Dus de vastetijd zit na carnaval. Iemand zei net dat het andersom was. Eerst carnaval, eerst wordt er flink gefeest gedronken enzovoort. En daarna begint die sobere periode in die 40 dagen tot aan Pasen. Ja, ja. En dat wordt gemarkeerd dat je dan op woensdagavond in de kerk van As een kruis op je voorhoofd laat zetten. Ja, precies. Zeg, waarom doen ze dat toch eigenlijk? Waarom dat vasten? Waarom moeten al die religies, is het om nader tot God te komen? Wat is de reden? Er zijn heel veel verschillende redenen. En je kunt het ook niet precies zeggen van dat het bij alle religies allemaal dezelfde motivatie heeft. Het hangt dus wel een beetje vanaf in welke traditie je kijkt. Het heeft natuurlijk voor een deel te maken met een stuk toewijding en ook askese. Hè? Dus een bepaalde vorm van vroomheid dat je bepaalde dingen wil ontzeggen. Met name heeft dat dan te maken met het lichaam, de driften, de behoeftes van het lichaam. Seksualiteit is ook heel vaak daaraan gekoppeld. Hè? Dus en geen seks en niet eten in veel religieuze tradities. Maar het heeft ook, behalve dat het dan op het hogere betrekking heeft, een vorm van zo'n boetedoening bijvoorbeeld, dat is ook een belangrijk aspect. Jezelf straf geven. Wat zeg je? Jezelf straf geven. Jezelf straf geven, maar wel een vorm van inkeer en bijvoorbeeld je zonde beleiden of datgene wat fout gegaan is in een jaar, dat je dat benoemt. Denk aan Grote Verzoendag, bijvoorbeeld in de Joodse traditie, wat een dag van vasten is, wat echt een dag van boetedoening is voor alles wat misgegaan is in het afgelopen jaar. En dan kun je weer met een schone lei beginnen. Dus boetedoening is een belangrijk aspect. Maar het kan ook een feest zijn uit dankbaarheid, dat je vast. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de Ramadan, daar zitten er allerlei verschillende lagen van betekenis in. Waarbij de dankbaarheid voor de Koran een hele belangrijke rol speelt. Dus daar zit ook veel meer dat feestkarakter in. Het is niet alleen maar zwaar en moeilijk. Als ik met mijn moslimvrienden erover heb, die zeggen het is eigenlijk voor de hele maand kerst. Nou, dat is vaak niet meteen het beeld wat vasten oproept. Maar wat er dan zeg maar na zonsondergang gebeurt, dat de families bij elkaar komen, gevoel van gemeenschapszin, verbondenheid met elkaar. Ook dat feestgevoel. En de dag die dan wel weer toegewijd is aan God en het bidden en dergelijke. Dat is eigenlijk een hele mix van allerlei betekenissen. Maar waarom moet je daarvoor vasten? Ik bedoel, je kan toch ook gewoon, in het christendom kom je gewoon ook bij elkaar en vier je ook feest. En is ook gezellig, zonder het vasten. Dat is denk ik voor een buitenstaander een beetje de vraag van, is dat dan nodig? In de christelijke traditie wordt natuurlijk ook best wel gevast. Zeker als we kijken naar de oosterse vormen van christendom. Daar zit toch het gevoel van iets doen naar God toe. Ook een soort intentie zichtbaar maken. Doordat je ook dingen wil ontzeggen, maar ook een vorm van zelfbeheersing.
Hè, dus dat je ook laat zien, een soort training ook van het lichaam, dat je niet wil toegeven aan dat hongergevoel en dergelijke. En zeker ook bij Ramadan is nog een belangrijk aspect, is dat die solidariteit met de armen. Het feit dat je dus ook een periode ook, zeg maar, dat hongergevoel hebt en ook voelt van wat het betekent om geen eten te hebben, dat dat ook kan aanzetten tot solidariteit en ook tot het delen van je rijkdom. Dus daar zit ook een heel sociaal aspect aan. Ja, dat sociale aspect. Jij hebt zelf een tijdje in Egypte gewoond ook. Ja, ja. Hoe is het om daar in een wereld, echt in een wereld te zitten waar iedereen naar Ramadan viert? Ja, ik vond het wel een hele bijzondere tijd. Ik moet zeggen, ik heb niet meegevast hoor. Nee, absoluut niet. Maar wel natuurlijk dat je ook bij de iftarmaaltijden ook betrokken bent. Ja, en het is eigenlijk overal zijn de straten verlicht, feestverlichting in de straat. Ja, overdag moet ik wel zeggen, het einde van de dag vond ik altijd niet zo. Want dan waren mensen behoorlijk geïrriteerd. Omdat ze niet alleen niet gegeten hadden, maar je mag ook niet roken. Hè? Ja. En vooral dat was voor veel mensen ook wel. Dus zeker als je dan door het verkeer moest, zo tussen 5 en 6 uur, eind van de middag, vlak voordat dan de vaste verbroken werd. Ja, er gebeurden veel ongelukken en mensen waren vaak behoorlijk geïrriteerd. Maar goed, daarna was het ook weer feest. Dus, ja. Ik wend mij tussendoor even tot de medische afdeling, namelijk Ellen en Peter. Dat hoor je vaak, hè, van Ramadan, dat is gevaarlijk, want dan gaan die moslims die gaan allemaal rijden, terwijl ze hartstikke honger hebben, rijden ze tegen bomen aan en buschauffeurs, hartstikke gevaarlijk. Pas in Scandinavië is daar pas nog een hele oproep geweest van gevaarlijk. Is dat, herkennen jullie dat beeld of is dat een fysiologisch iets wat kan gebeuren door vasten? Dat zou kunnen. Er zijn inderdaad aanwijzingen als je op een gegeven moment je bloedglucose en suiker heel laag wordt, dat het ook effecten kan hebben op in hoeverre je kan concentreren en op je stemming. Ja. He, er is wel onderzoek gedaan wat ook nog in een vrij hoog tijdschrift gepubliceerd is, dat je een heel laag glucose 's avonds laat hebt en je gaat een spelletje doen, dat je veel agressiever wordt als je verliest. Okay. Dat hebben ze echt onderzocht. Er moesten mensen van pinnetjes in voodoo-poppetjes steken. Het klinkt nu, het is echt een goed opgezet onderzoek. Dus er kan een biologische oorzaak ook zijn voordat je gewoon chagrijnig gaat. Een hongerklop. Je hebt een koekje nodig als je chagrijnig bent. Ja, zoiets. Die reclame voor je hebt een Snickers nodig. Als je Snickers moet zijn, weet ik niet. Maar. Dat denk ik ook niet. Nee. Deze meneer, wou je nog wat toevoegen? Mag ik heel even de microfoon bij deze meneer, want die meneer is net straks, toen het ging over de protestanten, toen ging u... Dat vast ook een hele praktische kant heeft. Zeker het christelijke vasten is toch gewoon de laatste 40 dagen van de winter. Dan moet je een beetje uitkijken met je voorraden. En je wil wel de lente halen. Er zit ook een heel praktisch element aan, zegt u eigenlijk. Hè? Dat is ook een veel meer sociologische verklaring, hè, van waarom zoiets zo'n bepaalde traditie gegeven met vat krijgt. Want het is eigenlijk vanaf het begin van het christendom is die 40 dagen tijd helemaal niet zo ritueel ingevuld. Dat is pas na de 3e, 4e eeuw begint dat pas op te komen. Ja. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom deze? Waarom? Ze ontwikkelen rituelen. Ja, maar er is niet, zeg maar, vanuit de Bijbel of zo aanwijzingen dat je die 40 dagen zou moeten vieren. Nee, 40 dagen niet, maar al die spijswetten en voedingsregels. Nou, de Joodse traditie natuurlijk wel, maar die zijn toch niet overgenomen in het christendom. Ja. Nee, die zijn juist gerelativeerd. Waarbij het overigens ook alweer heel saillant is. Ik heb toevallig Joodse buren, Israëlische expats die in Nederland wonen. Die zijn eigenlijk de hele tijd met allemaal vaste dingen bezig. Dan hebben ze weer vaste mens zus, vaste mens zo. Maar ze zijn zo rond als een tonnetje. Is dat ook dat jojo-effect of zo? Ja, ik denk dat het compleet verkeerd is inderdaad. Er is voor mij ook vrij weinig bewijs dat mensen die dat doen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dat ze langer leven dan mensen die dat niet doen. Dus ik denk dat dat juist waar mensen lang leven, dat is in Japan en in Italië bijvoorbeeld. Dat zijn landen waar mensen gezond dieet hebben, maar waar ze chronisch een beetje op hun gezondheid en hun levensstijl letten. Wat je eigenlijk ook zegt, je moet continu eigenlijk dat doen. Dus dat de hele tijd dat lekker veel bunkeren en dan vast ik weer eventjes. Werkt juist averechts, want dan krijg je juist klap op klap, zeg maar. Ja, dus, volgens mij is dat niet echt bewijzen voor dat mensen nou langer leven, die zich heel erg fanatiek aan het redden. Ik dacht ook zelfs, dat weet ik niet zeker hoor, maar dat je de meeste mensen na de ramp dan ook aangekomen zijn. Oh ja? Want het suikerverbruik is heel erg hoog. Ja, dus echt van de piekkale kant op zijn. Ja. En er zijn ook wel aanwijzingen, juist als je, dat heeft dan weer met het circadiane ritme, hè, je dag-nacht ritme te maken, als je juist heel veel voeding 's avonds laat eet, dat niet zo gunstig is. Okay. Dat inderdaad je stofwisseling kan verstoren. Ja. Ja, helder.
Ja, het gekke is, als je denkt aan vaste en religie, dan denk je eigenlijk ook wel aan nader tot God komen. Licht in je hoofd worden en... Nou, kom er maar in met je engelen. Ja. Is dat element, zit dat er ook in? Nou, dat element, kijk, er zijn natuurlijk, als je natuurlijk lang vast, dat zal ook zeker wel zijn invloed hebben ook op een bepaalde ontvankelijkheid voor religieuze ervaringen. Daar is wel wat onderzoek naar gedaan. Ik kan daar niet hele harde verbanden tussen leggen. Maar het is bijvoorbeeld wel bekend dat voor bepaalde initiatierituelen, hè, bijvoorbeeld voor shamanen en andere religieuze figuren, dat er heel vaak een periode van vasten vooraf gaat. Ja. Dus ook dat idee van het enerzijds reinigen van je lichaam speelt daar een belangrijke rol in. Maar ook wel dat je geest, zeg maar, lichter wordt of ontvankelijker wordt voor het spirituele of voor de geestenwereld, voor het hogere en dergelijke. Ja, ja, dat speelt wel mee. Ja. Ja. Is dat iets wat je herkent uit de medische praktijk? Dat er iets met je hersenen gebeurt als je vast? Ja, ik ken het bij mezelf niet, maar bij de muizen zie ik daar, ja. Je muizen, die hebben nooit religieuze ervaring. Ja, dat wordt een beetje lastig meten, hè? Maar ja, er is ook wel een heel praktisch aspect aan, en dat is wat iemand hier aan het begin zei, van vasten betekent dat je ook heel veel tijd overhoudt. En die tijd wordt natuurlijk in de religieuze tradities natuurlijk vooral ingevuld door meditatie, door gebed, het lezen van heilige teksten, heilige boeken. Ja. Dus het is meer dan alleen maar niet eten. Die tijd die vrijkomt, die wordt dan ook wel ook weer religieus ingevuld. Ja, ja, ja. Ja. En het heeft nog ook, nou ja, wat die meneer al zegt, vaak ook heel praktische dingen. Vertel eens, je was in Egypte, had je een verhaal van iemand die was gaan vasten, die kon niet meer eten. Want die was, ja, dat was dat? Dat is eigenlijk een verhaal wat specifiek gaat over, ja, eigenlijk over gender en religie, over, met name over vrouwen. Dat is wel bekend dat in situaties dat met name vrouwen zich heel machteloos voelen, dat soms ook soms religieus vertaald kan worden in termen van dat daar geesten een rol spelen. Nou, het verhaal gaat als volgt. We hadden een hele leuke oppas, jonge vrouw. En op een gegeven moment vertelde ze dat haar zus een periode had dat ze niet meer kon eten. Ze was verloofd met iemand, dat was door de familie geregeld. Die zus die was er eigenlijk niet gelukkig mee, kon dat niet aan de orde stellen, want dit was door de familie geregeld en daar kon je niet tegen ingaan. Maar het gevolg was wel dat ze op een gegeven moment niet meer kon eten. En dat werd door de omgeving geïnterpreteerd van hier is een boze geest in het spel. Hier is een djinn. En dat was voor die schoonfamilie heel bedreigend. Want die wil geen schoondochter die iets te maken heeft met djinns enzovoort. Nee. Dus die verloving werd verbroken door die schoonfamilie, aanstaande schoonfamilie. En vanaf dat moment kon zij weer eten. De djinn was opeens vertrokken. Ja, maar dan zie je dus dat het een vorm is van, je zou kunnen zeggen, als mensen geen andere mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op een omgeving. Kijk, wij zouden dat misschien in Westen termen zeggen, ja, het is een vorm van anorexia of en dergelijke. Ja. Maar hier zie je dat dus in veel culturen, en dat is op zich niet een heel uniek verhaal, dat soms zeg maar niet eten een soort laatste mogelijkheid is om toch invloed, een bepaalde vorm van macht uit te kunnen oefenen op de sociale omgeving. Ja, ja, ja. Ja. Dat wel betekenisvolle blikken uit te wisselen met de spreker van straks, waar we het over hongerstaking gaan hebben. Want dit is een soort hongerstaking eigenlijk. Dat is ook altijd wel een discussie van hoe absoluut kunnen machtsverhoudingen zijn. En dan wordt toch ook wel vaak gezegd van de een van de weinige manieren om toch nog invloed te kunnen uitoefenen in een situatie waar je volstrekt machteloos voelt, is dan uiteindelijk niet eten. Ja, ja. Ja. Om eens eventjes, hoe moet je nou een bruggetje slaan naar de oorlog, vraag ik me af. Gewoon maar niet doen, gewoon maar de inkomen. Zou maar gewoon beginnen. Ralf Futselaar, de oorlog. Honger en de oorlog, dat is even een hele andere kant van vasten, is gewoon de situatie waarin er gewoon niks te eten is. Oorlog is honger, denk je altijd. Ik kom zelf uit de stad Leiden, waar we op elke 3 oktober herdenken dat Leiden werd bezet. Er was niks meer te eten. De burgemeester bood zijn arm aan te eten aan het hongerende volk. Oorlog is altijd honger. Ja, dat valt ook wel weer mee. Dat valt mee, vertel eens. Nou, dat je dit hele oude beleg van Leiden nog nodig hebt om je te herdenken, geeft al aan dat het wel door de bank genomen wel losloopt. Want het is tussendoor wel vaker oorlog geweest. Maar het is wel zo dat voedselvoorziening heel vaak wordt verstoord. En dat kan op een heel simpele manier gaan. Dat zie je in de 80-jarige oorlog veel. Dat zich een leger vestigt in een bepaald gebied, zodat daar of de oogst niet van het land kan, of die wordt opgegeten door de tijdelijke bewoners. En dat er dus lokaal een voedseltekort is. En in de 20e eeuw, de grote oorlogen waar het NIOD het over heeft, daar heb je een complex en heel erg internationaal verweven voedselsysteem.
En dat kan door conflict heel erg verstoord worden. En dan heb je opeens te weinig eten. Dus als het tegen zit. Het voedselsysteem is ingewikkelder geworden door de tijd heen, waardoor het nu... Ja, het transport is goedkoper. Dat gaat vanaf ongeveer de Napoleontische tijd, gaan ze snelle klippers bouwen. Hele vlotte schepen, zodat je met weinig mensen in weinig tijd producten over de hele wereld kunt vervoeren. En voor die dichtbevolkte gebieden in Europa, zoals Nederland en België, betekent dat dat we dingen waar je veel areaal voor nodig hebt, zoals veevoer, gaan invoeren uit bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Dat gebeurt ook met mesten, guano, dat is gewoon vogelpoep, dat je in Peru van het strand schept. En dat gooi je in zo'n boot en die vaar je naar Rotterdam. En dan heb je hier meststoffen, zodat je per hectare meer kunt produceren. En dat wordt eigenlijk pas mogelijk als dat vervoer goedkoop en snel genoeg is. Dan ga je niet met zo'n 18e eeuw schip 2 jaar lang vanuit Indonesië vogelpoep meenemen naar Nederland. Het zou niet efficiënt zijn. Dus je ziet dat er een enorme bevolkingsgroei is. En die wordt ondersteund door het feit dat die landbouw in een soort mondiaal systeem zit. En zit die nou ook. Ja, dus als er nu hier oorlog zou komen, zouden we dan ook weer een hongerwinter krijgen of een honger? Dat hangt denk ik sterk vanaf hoeveel voorbereidingstijd we hebben. De hongerwinter is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook een uitzondering. Die netbezetting van Nederland duurt vanaf mei 40 tot 1945. Er is maar één, ja. En er is maar één keer echt hongerwinter. Ja. Daarvoor zie je wel tekenen van kwantitatieve en kwalitatieve ondervoeding. Kinderen die wel minder goed groeien en infectieziekten wat weerstandsgerelateerde problemen opdoemen, maar geen massale hongersnood. Nee. En dat gaat eind 1944, begin 1945 hard mis. Ja. Vertel eens, wat gebeurde er toen? Wat maakte die situatie toen zo bijzonder eigenlijk? Dat er opeens een hongerwinter was? Ik ga nu verschrikkelijk historicus zijn en stel dat het een complex van factoren is. En dat nader onderzoek nodig is. Kijk, vanaf die day escaleert die oorlog. Zuid-Nederland wordt bevrijd. Dat betekent al dat een groot voedselproducerend gebied wegvalt. De Nederlandse regering begint vanuit Londen een spoorwegstaking. Daarop wordt aanvankelijk door Seyss-Inquart gereageerd door te zeggen van nou, dan staken ook geen voedseltransporten meer toe. Dat blijkt uiteindelijk, wordt de soep van Seyss-Inquart niet zo heet gegeten als hij had gezegd. Dus al vrij snel mag dat weer wel. Maar dan gaat die spoorwegstaking nog wel door. Dan gaat het erg vriezen, dan liggen de kanalen dicht. Dan zijn de schippers bang dat hun schepen in beslag genomen zullen worden als ze ermee naar West-Nederland varen. En wat je dus ziet, door een heel samenspel van factoren, is dat grofweg de Randstad zijn voedseltoevoer voor een groot deel verliest. En het voedsel dus in Noordoost-Nederland achterblijft. In Drenthe voedsel was er wel, in Noordoost. In Drenthe hebben ze aardappelen zat, ja. Ja. Maar het is wel heel specifiek voedsel. Dat geldt voor de hele oorlog. Het eten wordt veel plantaardiger. Echt mager, vrij bescheiden. Het is geen riant dieet meer. Ja. En er komt nog bij dat het natuurlijk ook een brandstoftekort is. En aardappelen zijn echt stukken lekkerder als je ze kunt koken. Dan wanneer je ze rauw opeten. Dat is ook niet zo gezond. Nee, ja. Dus dat is een beetje hoe die hongerwinter zich dan ontvouwt. En dan ontstaan hier in Amsterdam en in andere steden, zoals Leiden, echte voedseltekorten. Ja. Het verhaal was altijd dat die hongerwinter toch was getriggerd door een soort wraakactie van de Duitsers voor precies die spoorwegstaking. Maar het is meer dan dat. Het is wel een beetje traditie bij NIOT om Nazi-Duitsland van allerlei lelijkste schuld te geven. Maar die hongerwinter... Niet geheel onterecht overigens. Niet helemaal onterecht. Daar hebben we ook goede redenen voor. Maar dat kun je bij de hongerwinter eigenlijk niet zo stellen. En je ziet ook dat zowel Nederlandse nationaal-socialistische organisaties als de Weermacht, als het burgerlijk bezettingsbestuur al vrij snel ook wel wat initiatieven ondernemen om het minder erg te maken. Vertel. Met name de zorgafdeling van de NSB, de NVD, laat heel veel kinderen naar Noordoost-Nederland vertrekken. Dat doet het IKB, het Interkerkelijk Beraad, ook. Er zijn eigenlijk 2 of 3 organisaties die allemaal bezig zijn met evacueren. Om die kinderen in ieder geval uit het hongergebied te halen. Dat gaat ook heel erg goed. Dus daar zijn ze heel actief in. De Weermacht zet ze bijvoorbeeld ook in om te voorkomen dat voedsel wordt onttrokken. Via zwarte markt en dat soort dingen. Het is allemaal niet groot.
Maar het is wel meer dan niks en het is ook zeker niet negatief. Wat het in het begin natuurlijk wel even was. Mag je zeggen dat de hongerwinter in dat opzicht ook wel meeviel? Er waren aardappelen in Drenthe, delen van de bevolking konden worden bijgevoed. Ja, nou op zich zal het jou in Amsterdam of Leiden niet veel opleveren dat iemand in Drenthe lekker zit te eten. Daar zit ook. Nu niet en toen niet. Wat je kunt stellen, er is behoorlijke oversterfte. Toch meer dan 100.000 mensen. Daarvan is maar een klein deel echt verhongerd. De meeste mensen gaan natuurlijk dood aan ziektes en andere problemen die door honger veroorzaakt worden. Maar in vergelijking met de grote hongersnood in Ethiopië in de jaren 80 valt het goed mee. Ja. Ja, het kan nog heel veel erger. En ook andere hongersnoden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Griekenland of in Leningrad. Die zijn in termen van sterfte en gewichtsverlies en ziekte veel, veel ernstiger. Ja, ja. Zeg, wij spraken elkaar voorafgaand aan dit kenniscafé een week geleden. Hadden wij een artikel in de krant, een interviewtje met jou, heb ik jou geïnterviewd. Daarin legde jij eigenlijk ditzelfde uit. Van, nou ja, in de hongerwinter waren er ook groepen die een beetje uit de wind werden gehouden. En toen kregen we een ingezonden brief die ik jou ook heb laten lezen van een mevrouw. Die zei van ja, in het artikel wordt expliciet vermeld dat kinderen en vooral mannen het meest leden in de hongerwinter. Over vrouwen wordt in het artikel niet gerept. Mijn moeder was hoogzwanger in de hongerwinter van Amsterdam. Zij leed in de laatste maanden van haar zwangerschap aan hongerödeem. Kon bijna niet meer praten en niet meer zelf het minimale hapje eten per dag naar haar mond brengen. Dus die vrouwen waren toch ook wel. Ja, ja, ik ga jou nu natuurlijk de schuld geven dat die vrouw het verkeerd begrepen heeft. Want jij hebt het stukje geschreven. Er zijn een paar dingen over te zeggen. In de eerste plaats doen kinderen tijdens de hongerwinter relatief ontzettend goed. En dat komt omdat vrijwel alle zorg, alle voedselhulp, exclusief op kinderen in ongeveer de basisschoolleeftijd, middelbare schoolleeftijd, wordt gericht. Ja. Dat zijn de mensen die worden geëvacueerd, dat zijn de mensen die gecentraliseerd hulpvoeding krijgen. Het gaat ook om een liter warm eten per dag. Dat vonden ze heel vies, het eten, en daar klaagden ze ook ontzettend over. Want wat kregen ze dan te eten? Wat was nou ja, koolsoep, losse roggen erin, aardappelen, dat soort dingen. Je moet heel erg veel suiker biedt. Ja. Je moet je niet voorstellen dat mensen massaal bloembollen zitten te eten. Maar het is geen aantrekkelijk dieet. Dus die kinderen die worden uit de wind gehouden. En je ziet ook dat in 1945 kindersterfte duidelijk lager is dan die in 1944 was. Ja. In sommige opzichten gaan ze er gewoon echt op vooruit. Gemiddeld genomen. Je zult natuurlijk net dat ene kind zijn met wie het helemaal niet goed gaat. Dat kan. Dan over die mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen van, laat ik zeggen, middelbare leeftijd, mijn leeftijd, daar is het effect ongeveer gelijk. Maar bij ouderen zie je dat mannen in een enorm tempo het loodje leggen. Van de oversterfte van de hongerwinter is het overgrote deel man op leeftijd. En dat is deels omdat mannen iets slechter tegen verhongeren lijken te kunnen. Dus die gaan sowieso wat eerder dood in een hongersituatie, meestal. En deels omdat het natuurlijk gaat om vaak alleenstaande mannen die veel minder goed hun sociale netwerk onderhouden dan vrouwen. Nou. Chagrijnige oom Henk. Ja. Drie ogen achter. Ja, wie gaat er nog eens kijken hoe het met hem is? Wie gaat hem een boterham geven? Ja, terwijl tante Ada heel vaak leuk op de kinderen paste. Ja, dus de gegenderde samenleving van de jaren 40 maakt die groep oudere mannen ook kwetsbaarder. Ouderen hebben sowieso helemaal geen prioriteit. Ja. Het is toch al, dus ook als je, dat geldt voor de hele jaren 40, mensen aan de ene kant wel opstaan in de tram, maar aan de andere kant de ouderen eigenlijk niet moeten. Gerontofoob tijdvak. En dan ook nog ja, die oude mannen die misschien helemaal niet aardig waren. Of niet zo heel makkelijk in de omgang of niet zo goed sociaal ingebed. En dat zie je toch al heel sterk. Dat ze daar. Ja, wij oude mannen. Ja, heren, laten we hier Lierik uittrekken. Maar dat is bijna 2/3 van de oversterfte. Mannen op leeftijd. Ja. Is het over zich zo? Herkennen jullie dat mannen eerder doodgaan in een hongersituatie? Ik denk wel dat er hele belangrijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in stofwisseling. Iets wat eigenlijk veel te weinig onderzocht is. Ja. Maar ik kan me voorstellen, in het algemeen, vrouwen hebben wat meer vet. Een hoger vetpercentage. Dat mogelijk ook iets is wat ze iets meer beschermt. Dat er toch minder spier meteen af wordt gebroken. Ja, 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 ja.
Dat ze wat meer energievoorraad hebben. Ja. Dus dat kan ik me erbij voorstellen. Maar. Ja, wat ik zei over dat stofje, dat rapamycine, dat heeft dus de grootste effecten bij vrouwtjesmuizen. Dat heeft nul effect bij mannetjes. En vrouwtjesmuizen hebben de meeste voordeel. Zijn er nul effect bij mannetjes? Ja, bijna heel weinig effect in ieder geval. Continu mee. Ja. Ga je toch hardlopen, joh. Medisch is er ook iets met die hongerwinter aan de hand. Ja, we hebben natuurlijk sinds die hongerwinter worden eigenlijk de baby's die zijn geboren in vlak na de hongerwinter, die worden medisch gevolgd, hè? Ja. Nou ja, dat, niet al vanaf toen. Je hebt het probleem dat hier net ook al even aan de orde kwam. Wie mensproeven wil doen, die heeft te maken met een tekort aan vrijwilligers en met ethische regels. Je kunt niet zomaar eventjes een leuk dubbelblind experiment doen waarin je mensen laat doodhongeren. Nee. Met muizen mag je iets meer, ook niet altijd alles, maar zoals je misschien wetenschappelijk zou willen. En die hongersnoden die je hebt, zou je dus kunnen beschouwen als natuurlijke experimenten. Het is nu eenmaal zo dat die mensen daar verhongerd zijn. En als je geïnteresseerd bent in het effect van ondervoeding, dan kun je die mensen dus ook onderzoeken. Het probleem is dat in bijna alle gevallen van zo'n historische hongersnood de plaatselijke administratie als eerste te gronde gaat. Dus dan weet je wel dat er een hongersnood is geweest, maar je kunt heel slecht meten wat daar het effect van is geweest en wie er in welke positie heeft gezeten en dat soort dingen. Nou, er is een heel klein beetje experimenteel onderzoek gedaan en we hebben onze hongerwinter. En een groep hier in het Academisch Medisch Centrum, onder leiding van Tessa Rozenboom, die heeft kinderen onderzocht die geboren zijn in een kraamkliniek tijdens en meteen na de hongerwinter. En dat ze een mooie grote groep had van iets meer dan 6000 van die baby's. Dat zijn nu natuurlijk mensen op leeftijd. Van een rijpere jeugd. Die zijn in 45 geboren. En omdat ze weten wanneer die geboortedatum is, hè, dat ligt allemaal heel goed vast, kun je kijken in welk trimester van de zwangerschap die hongerperiode valt. Dus je weet niet zo heel veel over de aard van de ondervoeding van die moeder. Dat kun je niet echt meten. Maar je weet wel dat er een hongerperiode is geweest. En je kunt dus zien in welke periode van de zwangerschap dat het hardste aankomt. En ik bluf nu uit mijn hoofd dat dat het tweede trimester is. Maar ik weet het niet. Niemand zegt wat van. Misschien is er een honger. Zit er achterin een hongeronderzoeker? Er zijn oorlogsonderzoekers. Misschien dat eventjes een microfoon naar die meneer daar in de hoek kan. Ja, nee, maar anders kunnen ze dat thuis niet horen, dus even afspraak. Het is heel belangrijk even dat Facebook het ook weet. Mensen, Facebook die hangt aan je lippen. Ik had gehoord het derde trimester of het derde kwartaal. Oh. U zei het tweede, maar volgens mij het derde. Weet ik. Oh. Nou, hartelijk dank. We kunnen het natuurlijk ook allemaal gaan opzoeken. Maar in ieder geval wat er dus... Belangrijker is wat gebeurt er eigenlijk met die kinderen? Wat laten die kinderen in hun leven zien eigenlijk? Ja, die bleken minder gezond te zijn. Die hebben meer hart- en vaatziekten, zijn ook ietsje kleiner, ze zijn ook ietsje dikker. We weten ook nog niet precies hoe dat komt. Je hebt allerlei epigenetische effecten, dus genimprinting, dus de manier waarop het gen, want kijk, je genotype, dat verandert niet zomaar van de ene generatie naar de andere. Je DNA, goed, je DNA is jouw unieke DNA, maar dat effect is er niet. En het lijkt erop dat de manier waarop die genen zich gedragen, dus op je erfelijk materiaal zich gedraagt, wel beïnvloed kan worden door zo'n soort omstandigheid. Ja. Maar ik praat nu weer over onderzoek van andere mensen, dat die mensen kleiner zijn en meer hart- en vaatziekten hebben, dat lijkt met zo'n soort effect te maken te hebben. Ja. Het is interessant ook om te kijken of het nog een generatie doorwerkt. Ik begreep dat daar ook aanwijzingen voor zijn, hè? Dat nog een generatie die dus na de oorlog is geboren, uit kinderen die in de oorlog zijn geboren, dat daar ook nog effecten ja, te zien zijn. Ja, nou, dat kunnen we nog niet zo goed zien. Het probleem is natuurlijk ook dat die kinderen niet, of dat die mensen allemaal precies op hetzelfde moment geboren. Ja. En als onderzoeker weet je dan natuurlijk ook dat ze allemaal op precies hetzelfde moment zelf weer een kind krijgen. Dat meet lekker. Maar daar werken die mensen natuurlijk nooit aan mee. wat we wel hebben is het plaatsje Överkalix. Dat is in Överkalix in Noord-Zweden. Echt heel erg in Noord-Zweden. Dat je maar ze ook heel raar praten. Dat, Ja, bedoel, ze in heel Zweden praten ze heel raar. Dat heet Zweeds. ik ben een letterkundige. Ik leg dat allemaal even van jou uit.
daar heb je de situatie in, ik geloof, de jaren 1890 een periode geweest met duidelijk voedseltekort. En die mensen zijn vrij honkvast. Dus je kunt in de huidige populatie kijken, juist omdat mensen dan op dezelfde leeftijd een kind krijgen, welke mensen uit een cohort een grootvader of een grootvadermoeder hebben die uit die hongerperiode komen. En daar lijkt dat in ieder geval voor mannen er een voordeel te vinden zou kunnen zijn bij een hongerige grootvader. Daar moet je het. Ja, nee, je kijkt daar heel gretig. Dat kun je niet achteraf nog even regelen. Dus je grootvader was hongerig en dan heb jij daar gunstig. Ja, dus in ieder geval dus een vrij sterk effect gemeten. Maar de vraag is of we dat met ons Amsterdamse sample ook zouden kunnen doen. Het is natuurlijk heel duur onderzoek om te doen. Het is vrij veel gedoe. Ja. Ik ga even hier staan om eventjes de muizenman eventjes flink in de ogen te kunnen kijken. Zie je dit soort dingen ook bij je muizen? Ja, dat kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat je bij parasitaire wormen dan hebt. Dan gaan we nog een stukje kleiner in de hiërarchie, sorry. Ja, maar daar zie je dat het meerdere generaties doorwerkt. En wat je bij muizen wel heel interessant kunt zien, is dat weaning, zoals het dan heet in het Engels, is, dat je de grootte van het nest, dat heel erg uitmaakt voor de levensduur van de nakomelingen. Dus vooral de watjes, als het ware, die niet zoveel te eten krijgen, die leven langer dan de alfamannetjes en vrouwtjes. Die doen het wel heel goed. Maar die gaan wel eerder dood over het algemeen. Dus ook daar, daar zit een soort van grijs gebied, hoeveel je te eten krijgt in het begin. Dat werkt, ja, dat is omgekeerd evenredig met je levensduur later. Ja, ja. En dat doorwerken naar volgende generaties? Daar moet ik het antwoord schoon blijven. Curieus. Is er misschien een vraagje uit de zaal? Anders gaan we eens eventjes, gewoon even. Ja, meneer Werner weer natuurlijk. Nou, vooruit. Wacht eventjes op de microfoon, Marcus. Nou ja, ik kon het toch niet laten om te reageren op die watjes die langer leefden. In ieder geval bij de mannetjes zou je verwachten dat zeg maar, die alfamannetjes, die produceren vreselijk veel testosteron. Mm-hmm. En dat is zoals bekend afweeronderdrukkend en allemaal dat soort dingen. Dus die branden zichzelf eigenlijk op. Maar die krijgen uiteindelijk wel waarschijnlijk meer nakomelingen dan die watjes die vreselijk lang leven. Dus je moet het ook een beetje in een evolutionair perspectief zien. Nee, maar dat is absoluut ook dus de trade-off inderdaad. Het idee is, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is het. Het is evolutionair is het druk gelegd op nakomelingen krijgen, ook bij mensen trouwens. De eerste Homo sapiens en Homo erectus ervoor, 280.000 jaar oud, dus zeg maar elke 20 jaar kregen die mensen ongeveer kinderen destijds. Dus dat is eigenlijk 12,5 miljoen generaties vanaf de eerste mens tot dan nu. En eigenlijk pas 3 generaties is veroudering echt een probleem, zeg maar, zeg ik altijd. Dus altijd alleen maar druk gelegd op produceren, kinderen krijgen. Dat je dan misschien ooit een keer een gezonde oude dag hebt, daar is geen evolutionaire druk op geweest. Ook bij muizen niet, ook bij mensen niet. Dus nogmaals, de evolutie wil eigenlijk gewoon grote, sterke en fitte mensen creëren. En dat dat dan als nakomst een nadelig effect heeft dat je eerder doodgaat, dat maakt voor de evolutie niet uit. Dus daar is nooit op geselecteerd. Ja. We gaan dus even praten met Francis Snijders. Zou ik jou dat even bij mogen vragen? Francis Snijders, kom eventjes erbij. We gaan dus eventjes. Ja, een beetje een vast onderdeel van ons kenniscafé is altijd een. Ja, dat is, ik ging het heel vergoelijkend uitleggen. Een vast onderdeel van ons kenniscafé is eigenlijk een soort staand interview met iemand. Okay. Zal je altijd zien dat jij dat alweer bent. Ja. Fransje Snijders, jij bent internist. Ja. En je bent ook voorzitter van de Johannes Wier Stichting. Ik moet bekennen dat ik er nog nooit van had gehoord. Nee. Vertel eens, wat is dat voor stichting? Staat die aan? Ze zetten hem denk ik aan. Okay. De Johannes Wier Stichting is een stichting. Ja, dat klinkt wel beter. Is een stichting die zich inzet voor mensenrechten binnen de gezondheidszorg. Het is een vrijwilligersorganisatie. En belangrijk vinden wij dat zorg is een. Toegang tot zorg is een mensenrecht. En daar letten wij op. En wij geven objectieve informatie daarover. We organiseren symposia, we hebben e-learnings en e-learningscursussen. Ja. En we komen op voor de kwetsbare groepen, zoals asielzoekers, daklozen, ouderen, bijvoorbeeld in slechte situaties als in verpleeghuizen. Al dat soort zaken behartigen wij. En een van jullie aandachtsgebieden, dat zijn hongerstakers. Ja. Wij zijn eigenlijk het kenniscentrum
over hongerstakers en het begeleiden van hongerstakers. Ja, ja. Hongerstakers, hoeveel zijn dat er zo'n beetje in Nederland? Ja, ongeveer 30 à 40 per jaar. En natuurlijk de ene hongerstaking... Veel is dat, 30, 40 per jaar in Nederland? Personen, ja. Niet alles komt in het nieuws. En niet alles is heel heftig. Hè. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders die oorspronkelijk uit de Rif komen. En die dan 3 dagen vasten uit solidariteit. Maar de meeste gevallen zijn asielzoekers, illegale of gedetineerden. En daar hebben we grote zaken van gehad. Irakezen die Koerden die heel lang hebben gestaakt, ja. Totdat ze echt schade hebben opgelopen. We hebben hier in Nederland geen doden, maar bijvoorbeeld in het buitenland, de IRA-gevangenen, in Turkije. Dus het kan echt dodelijk aflopen. Ja. Even een technisch vraagje. Gaat het goed met de microfoon? Ja, okay. Ja, okay. Ik heb altijd een beetje moeite om dat te begrijpen. Wat bezielt mensen nou om te gaan hongerstaken? Ik bedoel, je hebt alleen jezelf ermee, zou je zeggen. Ja, ik denk dat zij het eigenlijk al heel goed verwoorden. Dat het laatste redmiddel is. Het is als geen andere middelen meer beschikbaar zijn uit wanhoop. En je wil een doel bereiken. Het is beslist, die mensen zijn niet suïcidaal, maar ze willen het als pressiemiddel gebruiken om hun doel te bereiken. En ze hebben niks meer in handen en dit is het laatste redmiddel. Ja, en dat doel is in de Nederlandse situatie blijven in het land? Bijvoorbeeld. Of Volkert van der G, die wil betere omstandigheden in zijn gevangenis. Dat kan ook een doel zijn. Ja. Niet het land worden uitgezet. Wanneer ben je eigenlijk in hongerstaking? Want ik meen meteen dat je ook wel eens hongerstakers hebt die dan sapjes drinken. Of ja, nou je hebt eigenlijk verschillende typen hongerstaking. Je hebt de hongerstaking, de dry fasting, dat je ook niks drinkt. Mm-hmm. Dat is niet zo handig, want dan ben je heel snel heel verzwakt en is je onderhandelingspositie daardoor niet erg sterk, want dan kan een overheid nooit doen wat jij wil. Dus dat raad ik zeer af. Ja, even tijd. Dus, je kan de hongerstaking waar we het vaakst over hebben, dat is dat je wel water drinkt, eventueel met wat mineralen erin, zout, en voor de rest niks eet. Hm. En verder heb je nog de hongerstaking, die duurt een heel... Die kan veel langer duren. En dat is de hongerstaking waarin je inderdaad vruchtensappen neemt, eventueel met vitamines erbij. Dus die 3 types heb je. Dat is partial fasting. Ja. En die van alleen water wordt total fasting genoemd. Ja, ja. Want wat voor tijdsduren heb je het dan over? Als je zowel niet eet als drinkt, dan kan je het maximaal, als je heel veel geluk hebt, het 18 dagen uithouden. Maar dan heb je wel blijvende schade, zeker je nieren zijn dan kapot. Ja. En, dus meestal is het wat korter, maar maximaal 18 dagen. Meest gebruikelijke hongerstaking gaan de meeste mensen dood tussen de 8 à 10 weken bij een normale BMI. Je hebt één voordeel als je obese bent, is dat je dan wat langer... kan hongerstaken voordat je doodgaat. Dat is, want dan ga je minder snel over op het afbreken van je spieren. Ja, ja. 8 tot 10 weken is trouwens best wel snel nog. Dat je doodgaat? Ja. Ja. Nou ja. Het gaat over... heel langzaam, het proces. Hè? Je gaat heel langzaam achteruit. Hoe begeleid je eigenlijk dit soort mensen die hongerstaking gaan? Over het algemeen in Nederland... wordt er een vertrouwensarts aangewezen. De behandelend arts heeft vaak niet de expertise om echt zo'n hongerstaking te begeleiden. En een vertrouwensarts heeft dat wel. En die moet een vertrouwensband gaan opbouwen met de hongerstaker. En die bewaakt eigenlijk de lichamelijke en psychische klachten die ontstaan tijdens de hongerstaking, informeert die toestand die vindt bij de hongerstaker aan de hongerstaker en bespreekt steeds
of hij of zij nog door wil gaan met het hongerstaken. En bekijkt ook of die hongerstaker of die nog steeds wilsbekwaam is. Want op een gegeven moment raakt die hongerstaker natuurlijk verzwakt. Kan apathisch in de vierde week vaak... Worden ze apathisch, dan in de vijfde week slapen ze veel, af en toe verward. Ja, dan kan je natuurlijk niet meer zelf goede beslissingen nemen. Ja. Dus het is ook de taak van een vertrouwensarts om voordat dat stadium aanbreekt, om goed met die hongerstaker af te spreken wat diegene wil als die helemaal in coma zou raken. Ja. Nee, maar trouwens, want je zegt van apathisch verward. Neem maar eens mee in dat proces. Iemand gaat hongerstaken, wat gebeurt er dan? De eerste week, dan heb je nog die eerste paar dagen zeker honger. Je bent wat moe, je bent wat chagrijnig, je hebt misschien wat buikkrampen. Dan in die tweede week verdwijnt dat hongergevoel. Je krijgt het koud, je wordt zwak. Dan in die derde week kunnen er concentratiestoornissen optreden. Word je duizelig, vooral als je kan niet meer goed staan, word je nog duizeliger. In de vierde week word je zo'n beetje apathisch. In de vijfde week... Apathisch is dat je heel een beetje voor je uitstaart en niet meer zoveel tot dingen komt. Nee. En in die vijfde week dan word je slaperig en je kan verward raken. Je kan pijn in de buik krijgen, pijn op de borst. De zesde week dan gaat je gehoor eraan, je visus, je krijgt slikproblemen. Waardoor het drinken ook weer moeilijk wordt. En dan in de zevende week zo'n beetje, dan krijg je ook neurologische verschijnselen. En vanaf de achtste week, ja, dan komt er eigenlijk een point, dan gaan er echt dingen kapot. Ja, dan gaan je nieren zijn kapot, je krijgt leverfalen, de spieren om je ademhaling te verzorgen, die verzwakken te veel. Dus je krijgt longfalen en dan krijg je je afweer is zodanig verzwakt dat ze vaak bloedvergiftiging krijgen. Dus dan wordt het een heel somber scenario, coma. En dan de meeste dus tussen die 8 en 10 weken overlijden. En als zo'n hongerstaker nou ergens in die latere fases ineens zegt van... of zijn ijs wordt ingevuldigd of hij stopt ermee. Is hij dan nog terug te halen? Hoe ga je daarmee om? De hongerstaker moet zelf aangeven dat hij... Of een hongerstaker heeft van tevoren niet aangegeven wat er moet gebeuren als hij in coma raakt. Mm-hmm. Of in zo'n toestand raakt. Of hij moet hebben aangegeven dat hij inderdaad wil dat er gevoed wordt. En dan, als hij dan in coma is, dan gaat er ook gevoed worden. Maar heeft hij van tevoren heel duidelijk steeds weer aangegeven dat zelfs als hij in coma raakt, dat hij niet wil dat er gevoed wordt. Dan zullen wij in Nederland en in 161 andere landen niet gaan voeden. Er wordt geen dwangvoeding toegepast in Nederland bij zulke situaties. Het was ook op jullie site van de arts wordt verwacht dat hij zij de keuze van de patiënt om niet te eten en te drinken zal respecteren. Ja, ja. Ik denk dan van ja, maar ja, je bent ook internist, je bent arts, je hebt ooit die Hippocratische eed afgelegd. Ja, ja. Maar de integriteit en de autonomie van de hongerstaker staat daarboven. Ja, je respecteert de wil van de hongerstaker. Die wil van de hongerstaking moet wel op basis zijn van juiste informatie. En het moet een vrije keuze zijn van die hongerstaker. Als je het gevoel hebt dat als het een groep hongerstakers is en dat er één de leider is en jouw hongerstaker staat onder invloed van die leider, dan kan je dat doorbreken. En dan moet je in ieder geval met de hongerstaker duidelijk apart, dat moet altijd, apart spreken. Ja. En het gevoel hebben dat het echt zijn eigen vrije, of haar eigen vrije wil is om door te gaan met het hongerstaken. Ja. Vallen dit soort discussies niet ook samen met de ethiek rondom euthanasie? Want het is bijna een soort euthanasie. Het is geen euthanasie. Het is het onthouden van een behandeling. En voor elke behandeling heb je even een toestemming nodig van de patiënt op grond van de wet van de BG. Een wet die wij gemaakt hebben, dat je altijd toestemming moet hebben van een patiënt. Wil je een handeling bij die patiënt willen doen? Ja, dus elke patiënt mag zeggen van behandel mij niet. Dat is een recht. Ja. Dat is een recht. En het recht om geen dwangvoeding te krijgen, dat is vastgelegd in het verdrag van Tokio in 1975. We hebben een organisatie van artsen, World Medical Association. En daar zijn heel veel landen bij aangesloten.
KNUG is er net vorige week uitgestapt vanwege een oneenigheid daarover. Maar in ieder geval waar zaten wij er altijd in die club. En die bepalen eigenlijk een beetje de ethische normen over de wereld qua medisch handelen. Ja, ja. Gebeurt het wel eens dat er hongerstakers in ons land overlijden? In Nederland is het naar mijn weten niet gebeurd, maar wel de Koerden die eind jaren 90 vijf langdurig hebben hongerstaakt tot 84 dagen, die waren wel heel ernstig eraan toe. Echt heel ernstig, ja. Ja. En ernstig eraan toe, zijn ze dan nog te redden? Of ik ken de medische gegevens van de Turkse hongerstaking in Turkije beter. Daar is heel veel namelijk onderzoek naar gedaan en dat is gepubliceerd. Die hadden hele ernstige hersenbeschadigingen. Je krijgt een vitamine B1 tekort, waardoor je een vorm van dementie ontwikkelt. Vergelijkbaar aan dementie door alcoholgebruik. Ja. En dat is verschrikkelijk. Die mensen die zijn echt helemaal dement geworden. Ja, ja, En dan nog de nieren kapot, andere organen kapot. Die zijn echt voor het leven getekend. Ja, ja, ja. Dus dat is blijvende schade. Zijn er vragen misschien? Dat is een heel andere tak. Nou, volkomen duidelijk. Ja, ja. Ten slotte, je bent nu een e-learning aan het maken over hongerstakers. Wat staat daarin? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Daar staat in iets over de juridische aspecten, de ethische aspecten, de medische aspecten. Ja. Er staat in hoe je je als vertrouwensarts moet opstellen ten opzichte van de behandelend arts, ten opzichte van de inrichting of AZC waar diegene verblijft. Je moet absoluut je autonomie houden. Je kan in een loyaliteitsconflict komen natuurlijk. Wat je ook al zei, je eigen waarde. Je moet er heel veel van afweten, want je moet die hongerstaker steeds de juiste informatie geven, maar die moet je dan wel weten. Dankjewel voor nu. Ik zou graag even een heel hartelijk applaus willen voor Fransje Snijders. Je kan ook nog blijven staan. Oh, oké. Ja, ik fluister in. Je kan ook nog even blijven staan. Het is wel een beetje een lullige situatie. Iemand die moet blijven staan. Reageer eens. Wat vinden jullie van dit verhaal? Ja, wat ik zelf de meest intrigerende vraag vind, is die vraag naar die wilsbekwaamheid. En wat je even noemde over die groepsdruk. Als er dus zeg maar één zo'n leider is die dat verwoordt en waar anderen dus in meegaan voor een bepaald doel. Ja, je kunt zeggen van we halen die persoon eruit. Ja. Maar soms kan je een truc uithalen door te zeggen nu is ziekenhuisopname nodig. Als je dat denkt dat speelt, dan laat je iemand opnemen in een ziekenhuis en haal je die weg uit die groep. Ja. En om te kijken of het echt dienstvrije wil is. Ja. Maar dat is heel lastig, ja. Ja, dat is toch een bepaalde vorm van interventie die je dan toch pleegt in zo'n situatie. Ja. Dat lijkt me ingewikkeld. Dat zijn hele lastige overwegingen. Maar dat wordt wel eens gebruikt om het op die manier op te lossen. Want dan is er ook, want die persoon wordt heel kwetsbaar als hij weer gaat eten. Terwijl de groep wilde dat hij door bleef gaan. Hè. Dan heb je gezichtsverlies. Dus dat zijn ook hele moeilijke dingen om dat goed op te vangen. Ja, dat doet me wel denken aan sommige religieuze groepen die bijvoorbeeld ook collectief afspreken om bepaalde perioden te vasten. Zeker de Pinksterkerken, waar ik ook onderzoek naar doe, die hebben ook wel eens dat ze een week van vasten of zo aan het begin van het jaar afkondigen. En dat wordt dan ook een week van vasten en gebed. En dan wordt dan ook echt wel, sommige wat extremere groepen gedacht van als we nou met z'n allen dat doen, dan zal de opwekking komen of er gaan mensen allemaal tot bekering komen. En daar zit dan ook wel weer heel veel druk achter van daar moet wel iedereen aan meedoen. Want anders dan kan God niet handelen, zeg maar. Hè. Dus daar zit een heel sterk causaliteitsdenken in. Dus als wij maar dit doen en met name dat vaste wordt dan toch wel als een heel sterk middel gezien. Ja. Om het hogere dan in te zetten voor een bepaald doel. En ook de vraag van hoe vrij zijn mensen dan in dat soort religieuze groepen? Dat is een vraag die mij ook altijd wel bezig houdt. Dat zijn de extreme gevallen, maar ik vraag me af, zie je dat bijvoorbeeld bij de Ramadan ook wel eens? Dat er gewoon moslims zijn die gewoon niet willen meedoen?
Nou ja, die groepsdruk is natuurlijk wel heel groot. En zeker ook bij tweede generatie jongeren, ook hier in Nederland, is natuurlijk wel die hele, ja, die processen van insluiting en uitsluiting. Hoor je er nou bij? Hè? Ben je een van ons en ga je mee in die religieuze traditie? Of kun je daarvan aan onttrekken? Ja. Dat heeft hele grote sociale consequenties. Dus die vraag van hoe vrij zijn mensen ook binnen een bepaalde traditie om wel of niet mee te doen aan een ritueel. Ja, dat heeft ook wel te maken met groepsdenken. Hè? Ja. Wat is de rol van de familie? En zeker tweede generatie waar je het proces meer van individualisering ziet. En zelf nadenken van hey, wat vind ik hiervan? En niet automatisch meegaan in die traditie. Dat kan tot hele gespannen situaties leiden. Of ja, een soort dubbel leven. Hè? Dat zie je natuurlijk heel vaak. Hè? Dat het aan de buitenkant lijkt of je wel vast, maar onderhand. Stiekem toch check hier ook. Naar de snackbar. Bijvoorbeeld, ja. Rolf Fitselaar, ik vroeg me af toen ik dat zo hoorde van dat hongerstakers blijvende schade oplopen. Is dat iets wat je ook herkent uit oorlogssituaties? Komen mensen daar dement en beschadigd vandaan, nee, dat jij weet? Dat ben ik niet of nauwelijks tegengekomen. En dat heeft er denk ik mee te maken dat mensen die hongerstaker zijn in een gevangenis of een vergelijkbare situatie vaak vrij goede zorg hebben. En zelf niet erg veel hoeven te doen. En bijvoorbeeld wel beschermd worden tegen infectieziekten. Dus dat moment waarop mensen van de honger later dement zouden worden. Ik vermoed dat de meeste mensen dat in een oorlogssituatie niet zullen halen. Ja. Dus die zijn dan al door een longontsteking of iets anders in een eerder stadium overleden. Ja. Ja. Wat je wel ziet natuurlijk, bijvoorbeeld in concentratiekampen, is dat mensen in hongerstaking gaan. En dat er in de eerste helft van de 20e eeuw en natuurlijk ook in de tweede helft van de 19e eeuw vrij veel dwangvoeding is toegepast. Bijvoorbeeld op de suffragettes in het Verenigd Koninkrijk. De suffragettes, dat zijn de voorvechters van het vrouwenkiesrecht. Ja. Die in hongerstaking gingen, daar is wel dwangvoeding toegepast. Dat zie je wel geregeld. Ik doe zelf onderzoek naar psychiatrische inrichtingen en ik heb onderzoek gedaan naar gevangenissen. Daar komt het wel eens voor. Ja. Dat er inderdaad een hongerstaking met geweld wordt beëindigd. Ja, ja. Zeg, we gaan een beetje naar het einde toe. Moeilijk, want het zijn compleet verschillende sprekers die we hier hebben, met compleet verschillende invalshoeken. En toch wil ik eens kijken of we het een beetje aan elkaar kunnen knopen. Dieethypes, laten we het daar eens over hebben. Jij hebt een student volgens mij die onderzoek doet naar... Ja, het onderzoek heeft ze al gedaan hoor. Rosa Posthoorn, die heeft onderzoek gedaan naar de health bloggers. Dat zijn jonge meiden fit die dan boys. Die dus via Instagram echt van die social influencers zijn en zelf allerlei ideeën hebben over wat goede voeding is en wat vaak niet wetenschappelijk onderbouwd is. Dat zeggen ze ook vaak hoor, maar dan wel veel gelezen. En eigenlijk is hun eigen verhaal dan eigenlijk altijd leidend van het succes zeg maar, van een bepaald eetpatroon. En de vraag is ook wel van, dat die hele obsessie met gezondheid, het mooie lichaam, het fitte lichaam, is dat ook niet een soort nieuwe vorm van religie aan het worden? Er zitten allerlei rituele handelingen zitten daarbij. Het taalgebruik lijkt er soms heel religieus. Vooral die plaatjes die we net ook al zagen van die programma's hè, van voor en na. Je zou bijna kunnen zeggen, een soort bijna bekeringsverhaal. Hè. Vroeger was ik zo, maar nu hè, ben ik gered. Hè, om, nou ja, in een bepaald soort religieuze taal. Die meiden gebruiken ook talen dat ze het hebben over... dagen dat ze zich daar niet aan houden. Hè? Dus een soort guilty pleasures of zoiets. Dus, en ook dat ze dan bijna op hun blog moeten, een soort confessie moeten doen. Dat ze zich dan die dag daar niet aan gehouden hebben. Maar dat moeten ze dan weer compenseren. En vandaag heb ik gezondigd, zeggen ze dan. Ja, ook, precies. Heb ik gezondigd. Dat woord zonde gebruiken ze ook letterlijk. Ja. Dus of cheaten gebruiken ze ook. Of een cheat meal of zoiets. En dan laten ze zien, ik heb nou iets gegeten. Ja, dat had natuurlijk niet gemogen. Maar... Het geeft enorm veel houvast van hoe je je leven moet inrichten. En blijkbaar wordt dan voedsel en gezondheid bijna een soort nieuwe vorm van religie. En dat vind ik dus wel, dan zie je dus zeg maar dat dan die grenzen tussen wat is religieus en wat is seculier, dat vandaag de dag in dit soort voorbeelden erg door elkaar aan het lopen is. Ja, en wat kun je met zo'n constatering? Dus die waarneming dat die fit girls en fit boys, dat die best wel iets gemeen hebben met heiligen die... Je zou kunnen zeggen dat gezondheid en toch enorme obsessie met het lichaam toch bijna een soort religieuze trekken begint te vertonen. Ja. En als antropoloog vind ik dat wel heel interessant, dat we enerzijds natuurlijk last hebben, maar in ieder geval zien dat secularisering gewoon verder gaat, dat de kerk natuurlijk steeds minder invloed heeft.
Maar dat we toch elke keer weer bepaalde behoefte hebben aan nieuwe vormen van zingeving. En dat dat met name rondom het gezonde lichaam en gezondheid heel sterk zich concentreert momenteel. Fransje Snijders? Ja, ik denk dat het wel hele goede informatie is. Want dat betekent dus dat je niet erop op moet antwoorden met alleen maar wetenschappelijk argumenten. Want die tellen dan blijkbaar niet. En dus moet je met een soort nieuwe religie of rituelen komen die wat gezonder zijn. Of zo. Ja. Nou, dat zijn heel erg de eigen ervaringsverhalen, die worden dan normatief. Hè? Ja, hetzelfde heb je problemen met de vaccinaties. Daar red je het ook niet mee met wetenschappelijke argumenten. Nee. Dat is niet goed. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat het niet vaccineren is ook een soort, het geloven dat vaccineren zo slecht is, is ook een soort van nieuwe religie, in mijn ogen. Maar even een zijpad. Maar zou je daar iets mee kunnen? Want we zitten natuurlijk met het probleem dat iedereen, de jeugd beweegt te weinig en wordt te dik. Maar zou je iets mee kunnen? Ook juist wel wetenschappelijk, want dan komen we toch weer met die hele discussie over voortplanting en dat er zoveel mogelijk nadruk is om nakomelingen te krijgen. Is het niet gewoon puur dat je je in de kijker wil spelen voor de ander? Is dat niet juist wetenschappelijk? Ja. Dat je eigenlijk gewoon dan het ideaalbeeld wil doen omdat je eigenlijk meer nakomelingen wil, onbewust, wat je dan vervolgens weer niet doet. Maar anticonceptie. Nou, vanuit evolutionair perspectief is er waarschijnlijk heel veel voor te zeggen. Voor te zeggen. Ja, heb je gelijk. Nieuwe religieuze beelden. En dan zou je er iets mee kunnen om inderdaad, toch die mensen wat gezonder te maken. Ja, allereerst, ik vind het heel jammer dat er zoveel hypes en alternative facts zijn over gezonde voeding. En ik snap dat dat gewoon ook heel veel emotie oproept en iedereen is daar mee bezig. Ik denk dat er wel steeds meer de trend komt om het ook leefstijl en voeding wat meer op het individu af te stemmen. Ja. En gewoon eens te kijken van wat zijn nou inderdaad de hypes, de barrières en hoe kunnen we daarmee omgaan? Dus zowel gewoon die psychologische als sociale aspecten meenemen. Alsof er is ook toenemende neiging om ook gewoon op basis van je stofwisseling voeding nog wat optimaler te maken. Hè. Dat is het gebied van het zogenaamde personalized nutrition. Ja. Dus ik denk dat dat verschillende aspecten heeft en dat we dan ontwikkelingen binnen de samenleving ook mee moeten nemen. Maar ja, ik denk dat evidence-based natuurlijk ook wel heel belangrijk is. Want je hebt het natuurlijk wel over een probleem van overgewicht en obesitas, waar in de toekomst gewoon een epidemie van diabetes, hart- en vaatziekten, nou, dat is nu al zo, maar de prognoses zien er niet goed uit. Dus ik denk dat we echt krachten moeten bundelen om het op verschillende vlakken aan te pakken. Ja. Ik moest ook denken, het is Rolf Futselaar die schetst dat in een hongerwintersituatie, in de oorlogswinter, daar kreeg je initiatieven om de kinderen te gaan voeden en de kinderen weer te redden. Moet de overheid niet gewoon een veel meer doen om een gezonde omgeving te creëren en onze kinderen te redden van vetzucht in dit geval? Ja, dat denk ik wel. Nou, een klein eerste stapje is natuurlijk het preventieakkoord gezet, hè, dat er leefstijlcoaches en dergelijke komen. Dat er aan wordt gegeven dat de omgeving ook moet veranderen. Maar ik denk dat er gewoon veel meer moet gebeuren. Ja. Er zijn heel veel ambities en die zijn wel geformuleerd. Maar de bijbehorende maatregelen die moeten voor een groot deel nog komen. Dus kan je nou een toverstofje geven? Jij mag het gewoon, jij mag iets veranderen in de wereld, in Nederland, om de gezondheidssituatie te verbeteren. Wat zou je doen? Ik denk dat er qua regelgeving ook heel veel moet gebeuren. Dat ook met de aanbod van voeding. Hè, dat de prijs, dat gezonde voeding wat dat betreft ook betaalbaar moet zijn voor iedereen. Toegankelijk voor iedereen. Gezonde voeding betaalbaar. Ja. En qua regelgeving iets gebeuren. Kun je dat iets geeft ons handen en voeten? Wat zou je qua regelgeving veranderd willen zien? Ik denk dat het ook in het voedselaanbod moet zitten. Hè? Dus regelgeving ook richting industrie en dergelijke. Dat verbod op snacks? Of in ieder geval die wel wat duurder maken. Ja. Kijk, het is aan de ene kant natuurlijk een zaak van het individu. Hè? Wij moeten onze leefstijl veranderen. We kunnen ook heel veel onderzoek naar stofwisseling doen. We kunnen voeding meer optimaal maken. Maar voor echt de oplossing van het probleem is echt een geïntegreerde aanpak nodig. Ja. Inderdaad met een overheid die duidelijke regels geeft. Die ook zorgt dat het aanbod ook in supermarkten toch verandert. En ook de geïntegreerde aanpak in de samenleving natuurlijk. Ja.
Ja, ik wou eraan toevoegen dat dus het verschil in levensverwachting tussen laag opgeleide en hoog opgeleide in Nederland is ruim zes jaar. En het verschil in gezonde jaren is 19 jaar. Dus hoog opgeleide leven 19 jaar langer gezond dan laag opgeleide. Dus daar is nog heel veel. En waar ligt dat allemaal aan? Dat is de socio-economische standaard van mensen. Maar ook chronische stress om weer dingen die met de economie te maken hebben, zoals schulden, verlies van werk, slechte woning, al dat soort zaken. Dus dat speelt ook allemaal een rol. En als je daar niks aan doet, als je dat verder doorlaat bestaan, dat de rijken rijker worden en de armen armer, dan zal je nooit dat probleem oplossen. Ja. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Het is allemaal verweven met elkaar. Ja. Lijkt me eigenlijk best een mooi slot voor de avond. Het is allemaal verweven met elkaar. Zeg, eerst even wachten tot ik de namen van de mensen noem. Ik wou heel graag bedanken ons panel van Ellen Blaak, Miranda Klaver, Peter de Keizer, Ralf Futselaar en Francis Snijders. Een heel hartelijk applaus. We gaan nog eventjes door hiernaast aan de bar. De bar is daar open. En ik wil nog eventjes zeggen, volgende keer op 18 februari, dan zie ik u graag opnieuw terug. We hebben dan ook een heel mooi programma. Verder dan je neus lang is, is het thema. En we gaan het dan hebben over nieuwe manieren van kijken. Over wonderlijke ontwikkelingen op het gebied van de oogheelkunde. En we hebben onder meer te gast de meneer die met een bionisch oog 16 pixels kan zien. Dus ik verwacht dat het wordt een hele bijzondere avond. Ik verwacht u allemaal terug. Tot dan.